Deze livestream is mogelijk gemaakt door EA Game Changers. Welkom, hoe is het met iedereen? Ik zie al dat Blondie heeft de video op mijn YouTube kanaal gekeken. Ja, er is een nieuwe video online. Ah, Bianca! 14 maanden! Ik was nog helemaal niet klaar met de YouTube filmpjes. Hahaha. Ik pauzeer hier graag even voor, hoor, dat snap je. Oh, Bianca, 14 maanden, jeetje. Nou, uitroepteken vlag. Het is wel een beetje teleurstellend, want ik heb nog maar 3 kleurtjes over om uit te kiezen. Maar ik ga van de week kijken of ik weer een nieuwe voorraadje kan scoren. Maar thanks voor je subje en welkom iedereen. Ja, we gaan zo meteen kijken naar de Sims hier, interieur designer. Die naam zit nog steeds niet in mijn hoofd. De hele tijd denk ik, interieur, stylist, in-huisdesigner, home, architect. Al die woorden vliegen door mijn hoofd. En dan denk ik, welke twee banen het ook alweer en in welke volgorde. Jacke zegt, ik moet even iets anders kiezen, dan wordt het blauw. Ja, jouw geliefde geel is op. Maar blauw is ook leuk. Hoe ver was je in de video? Ja, ik heb dit weekend al een keertje kunnen spelen met de nieuwe gamepack. En daar staat dus nu al een video van online op mijn YouTube kanaal. Ik zal even meteen mijn linkje droppen, zo. En dan is hier het vlaggetje van Bianca. Die staat erbij. Kijk, alle gele zijn eruit. Er zit nog 1 roze in van Kitty. Maar dat duurt dan ook niet lang meer. Oké, nou, net het grootste gedeelte van de gameplay video gezien. En de kas voor de dames. Ja, ik had al gezien dat je inderdaad bij de kas voor de dames had gereageerd. Het is trouwens daar. Hoi iedereen. Iedereen die nu binnenkomt. Nou, het is niet alleen een nieuwe gamepack die er morgen uitkomt. Morgen om 7 uur 's avonds, 20 euro. Hij wil soms wel eens ietsjes eerder droppen. Dus als mensen... Kijk. Lianne is er al. Hij wil soms iets eerder droppen dan 7 uur. Dus ik zou vanaf 6:30 zo'n beetje Origin in de gaten houden. Als je echt denkt, ik wil hem, ik wil hem. Nee, Ellen, ik doe streams en YouTube content is apart. Dus we gaan op Early Access streams bij mij. Is altijd met mijn Sim Selfie. En op YouTube is gameplay altijd met de nieuwe Sim. De Let's Play series. Dus je hoeft je geen zorgen te maken als je iets gemist hebt op YouTube. Dat is een andere verhaallijn. We gaan nu gewoon lekker mijn Sim Selfie aan het werk zetten. Ja, Lianne deelt het al even in chat. Niet het ene... Oeh, ik zie daar Omri. Daar. Pik meteen mijn plek op de bank in. Niet het enige wat nieuws is die gamepack. Maar ik heb dus ook nieuwe emotes erbij. En Lizzie heeft de... Of Lizzie, ik zie Lizzie hoi zeggen. Hoi Lizzie. Maar Lianne heeft dus de nieuwste gedeeld. En dat is de Kimpel Lol emote. Heb ik eigenlijk een eigen lol emote. Het pulshartje heeft een makeover gekregen. Dus die ziet er nu helemaal mooi uit. Passende bij de andere emotes. En de derde emote die nieuw is, die kan ik op dit moment alleen gebruiken. Want het is een bit emote. En dat is deze. De Lurk. Oftewel Ruby zit in een kartonnen doos. En die zit zo over het randje te gluren. Ik dacht, dat vond ik wel mooi voor een lurk. En Lizzie zegt, het is nog geen 1 juni. Dat klopt. Ik ben een EA Game Changer. Dat zie je ook hier. Dus ik heb een Early Access code. Dus we gaan zo meteen spelen met die interieur designer. Ik zat gewoon weer designer. Nee, er moest iets voor. Ja, ik vind die lurky mode ook zo leuk. Ik had gewoon tegen Harper gezegd van... Nou, ik wil een kat in een doos als lurk. En toen heeft ze die hier dus gemaakt. Wel foto's van Ruby gestuurd uiteraard. Dus het is wel echt hoe Ruby eruit zag. Ja, wie is eigenlijk van plan om hem morgen te kopen? De gamepack. Ik zag trouwens vlak voordat ik mijn stream startte... dat iemand op mijn eigen YouTube kanaal had gereageerd onder de gameplay video van... Jij vraagt je af of dit pakket op je lijf geschreven is. Ja, en hoe je bezig bent met bouwen en zo. Ja, dit is zeker op je lijf geschreven. Wat ik ook in de video verteld had, is dat op de kleuterklas, we hadden zeg maar de kleuterklas, en dan hadden we daar buiten in de gang, hadden ze zeg maar zo'n hoekje waar je voor de rest niks mee kon. Daar hadden ze dus echt zo'n mini huisje van gemaakt. Dus echt zo'n deurtje waar je erin moest en een bedje en een keukentje en een bankje en dat soort dingen. En ik ging dan nooit vadertje of moedertje spelen of huisje spelen of weet ik wat. Ik ging hem altijd opruimen en opnieuw indelen. Dus als kleuter wilde ik ooit dus binnenhuisstylist worden. Ik zie al heel veel mensen zeggen, Lizzie wil hem gaan kopen. Kitty, ja Kitty, ik verwacht ook inderdaad wel dat jij wil gaan kopen. Jij met bouwen. Bianca wil hem ook. Ideale gamepack voor bouwers. Zeker. Jiska wil hem kopen. Esther ook. Joyce ook. Brit.
die twijfelt of de laptop het aan kan. Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Wat ik in de video wel al heb gezegd, in de Let's Play video, is ondanks dat ik de gamepack leuk vind en dat ik er heel veel plezier mee heb, vraag ik me wel af of het zo'n 20 euro waard is. Omdat er heel veel dingen in zitten wat we al hadden. We hadden al freelance systeem, waar deze carrière op gebouwd is. We hadden al de fotografie, wat je nodig hebt in de carrière. Er zit geen nieuwe wereld bij. Er zit geen nieuwe eigenschappen bij. Dus dan denk ik, ja, wat is nou echt nieuw? Ja, die banken dan, dat is heel tof. Maar is die bank alleen een gamepack van 20 euro waard? Dus dat is een dingetje waar ik over twijfel. Ik zelf weet ook niet of ik hem zelf direct meteen zou hebben gekocht. Ja, die spulletjes zijn wel echt tof. Maar we gaan eerst tegen een sim in. Hier is mijn sim selfie. Nog helemaal in de vibe van de Sims 4 Paranormaal. Nou, één dingetje waar ik een beetje van baal is bij kapsels. Hier, interieurdesigner. We hebben dus 3,5 kapsels, want deze en deze zijn hetzelfde, alleen met babyhaar. Dit doet mij heel erg denken aan The Sound of Music. Heidi, après-ski, weet ik veel. Die hoek. Dus dit zou het kapsel zijn wat ik in principe voor mezelf zou kiezen. En dan denk ik, waarom die belachelijke grote scheiding daar? Zo zonde. Ik vind dat zo zonde. Bianca zegt, die kapsels zijn inderdaad wat teleurstellend. Daar ben ik het met je eens. Ja. Even kijken, in de Sims 4 of in de Sims 3 had je paarden. Zou heel tof zijn als ze een boerderijpack zouden maken. Ik zit ook eigenlijk wel te hopen op een boerderijpack. En dan echt met een nieuwe wereld die een beetje lijkt op die wereld die bij Sims 3 in Beestenbende kwam. Ik moest even denken, het was niet huisdieren. En ik zou het ook wel tof vinden als je dan schapen zou hebben. Of koeien, weet je wel. Dat je koeien kan melken. Of dat je schapen kan scheren voor wol. En helemaal dat je, als je ook uitgebreid breien hebt, dat je dan dat heel leuk aan elkaar kan koppelen. Dus daar hoop ik ook een beetje op. Dat boerderijpack. Maar er zijn geruchten dat de uitbreidingspakket die binnenkort aangekondigd gaat worden, waarschijnlijk volgende maand, iets met veeën te maken gaat hebben. Dus ik weet niet. Ja, we gaan het zien. Maar we gaan nou nu wel voor dit kapsel, want dit, ja, is niet zo mijn ding. En deze heb ik in de Let's Play gebruikt. Dus we gaan nu voor deze. Alleen die scheiding. Mm. Waar is dat appartement in de wereld? Het is die wijk rechtsboven. Ik weet even niet hoe die heet. Het is waar de museum staat. En dan is het dat wijk waar die Banali. Dat is dat afgerachte opknappertjeswijk. Daar speel ik in. Dan hebben we accessoires. Maar misschien is het handiger om die te doen nadat ze ons hebben aangekleed. Oh, ik zit in warm weer. Oeps. Haha, grapje. We moeten hier aanpassen. Zo. Oké. Okay. Volledige outfits. Laten we. Nee, niet sneeuwpret. Ik wil de hele tijd daar klikken, maar we moeten eentje verder. Hoi Nienke. Ja, met mij is het prima. Hoe is het met jou? Even kijken. Als we een beetje kijken naar de kleding. Niet alles is mijn smaak. Zoals dit bijvoorbeeld. Of dit met die hele rare bochel hier. Dit vind ik dan heel erg schattig. Maar ik wil wel zo'n tuinbroek aan. Vind ik wel leuk. En dan wat één dingetje wat mij dus ook is opgevallen is, we hebben dus die tuinbroeken. En dan zie je dus hier mooi 12 zwartjes. En dan heb je hier dezelfde tuinbroeken, maar dan zie je dat het een beetje vies is, of vervaagd is, of wat ouder is. Maar dan hebben we 10 zwartjes. Waar is de roze? Waar is de zwarte? Hier hebben we een roze. Hier hebben we ook een zwarte. Maar die hebben ze dus hier niet bij gedaan. Dat ik denk. En dat is de enige, hè? Alle andere outfits die dus komen met een schone versie en een vieze versie hebben dat allemaal wel. Behalve die pakjes. Bianca zegt, ik moest zo lachen in de video bij dat eerste jurkje. Ik vind die dus echt geweldig. Welke? Deze? Ja, ik vind hem zo netjes. Zo. Ja, dat is mijn interpretatie erbij. Ik denk dan, oh, dit is leuk voor inderdaad een bejaardensim. Of weet ik veel, iemand die in de bibliotheek werkt. Of ja, ik vind hem zo netjes. Beetje tuttig. Maar we hebben geen paars. We hebben wel roze met bloemetjes. We hebben blauw met bloemetjes. We hebben oranje met bloemetjes. Grijs. Ja, gaan we voor hot pink een keertje? Ja, daarom zeg ik het leeftijdsverschil. Ja, dit pak is ook heel tof.
We gaan wel voor hot pink. Vind ik wel leuk. En even die legging uit. Waar staat hij? Daar staat hij. Zo, zijn de dolle 5 minuten weer begonnen? Deze schoenen vind ik heel tof. Maar die zou ik denk ik eerder onder een spijkerbroek doen of zo. Of bij de mannen. De mannen hebben ook. Deze ben ik wat minder fan van. En het komt omdat die voorkant... Ja, dat kan je nu niet heel goed zien. Maar het is niet mooi rond. Het is echt zo hoekig. En voor mensen die op hakken lopen, hoe blijf je hierop lopen? Hoe zwik je je enkels niet? En dan hebben we deze, maar dat past hier ook niet echt onder. Omri. De hele dag rustig. Ik ga streamen, ga je rennen. Wat een figuur. We doen maar gewoon simpel. Wat doen we eronder? Ja, we hadden net deze eronder, hè? Oh, die komen misschien ook wel. Het is weer ander roze. Ik weet niet of die camera dat oppikt. Die Omri van Twitch famous worden. Oh, prachtig. Nou, leuke gimpjes. Simpele gimpjes eronder. Dan doen we hier die oorbellen bij die erbij zijn gekomen. Wat Bianca inderdaad zei al in de YouTube comments. Het zijn net die kleurstalen. Zo van, ik wil muur verven of ik wil behangen of zo. Kijk, deze kleuren wil ik. Van die kaartjes die je bij de gamma of zo kan halen. Ik denk dat we al de goede hebben. Of deze. Oh, deze vind ik wel leuk. Want ik heb natuurlijk blauwe ogen en dan eindigen met roze. Nou, top. En hier mag ook wel een beetje make-up op. Doen we even. En waar is die? Niet die, die vind ik heel heftig. Die. Nou, laten we die doen. En ogen. Oh, dat vind ik ook wel heel heftig. Gewoon simpel bruin. Gewoon bruin, oké. Nou, leuke look. En dan hebben we, even kijken hoor. Wat is dit? Dit is sneeuw pret uit mijn hoofd. Ik weet het niet meer. Dit is paranormaal. Dit is ook paranormaal. Maar we kunnen nog een vierde erbij doen. Dus we doen hier dan een losse boven- en onderkant. Interieur designer. Hoi Daniel. Ik vind deze zo leuk, hè. Dit wil ik ook. Deze. Lekkere duister Strangerville muziekje erbij. Kijk. En dan met een paars riem. En dan hebben we een hele leuke broek erbij. Wat ik dan ook weer tof vind. Dan moet eigenlijk dat shirt even uit. We hebben dus deze broek. En je hebt precies diezelfde broek ook weer met een ding eromheen. Dat je zeg maar daar ook in kan variëren. Vooral voor degenen die van storytelling houden. En dus echt plaatjes maken en zo. Is dat een hele mooie toevoeging. Ik denk dat ik gewoon voor deze ga. Gaan we voor paars? Deze paars. Het is dezelfde look die ik die Sim in mijn verhaal ook heb gegeven. Maar ja, jongens, ik ben net. Er moet paars bij. Maar dan doe ik hier wel die andere schoenen. Even kijken. Interieur designer. Hoi, TB'tje. Kijk, want ik had volgens mij de Sim deze gegeven. Of zelfs gewoon hele andere schoenen. Dat kan ook nog. Ja, dit is leuk, maar laten we die doen. In het roze. Of gaan we voor grijs? Nee, roze. En dan kan hier mooi. Er zit namelijk ook een nieuwe ketting bij. Maar bij de hoe heet het? Dat pak die we net hadden, die jumpsuit, zie je dat niet. Hoi Rachel, iedereen komt binnen. waar zit hij? Hier zit hij. Kijk. Nou, wat leuk. Formeel hebben we dit van een andere pakket. Laten we deze gaan aanpassen. Even de formele... daar, weg. Ja, hier wil ik niks van. Weg. Dit vind ik wel leuk. Leuke... paars!
Ja, die ketting is heel tof. Ik vind het sowieso leuk dat ze niet meer gewoon standaard één simpel kettingje doen. Maar deze is dan met twee kettingjes en dingetjes eraan en zo. Kijk, dit. Kijk, weet je wat ik ook zo tof vind aan deze? Kijk, allemaal plumbopjes. Maar die gaan we nu niet aandoen. Niet super formeel, maar wel cute. Dus we doen het gewoon. Die schoenen zijn eigenlijk wel prima, want de schoenen die in het spel zelf zitten, die passen er niet per se heel erg bij. Sportkleding kunnen we ook aanpassen. Laten we deze doen. En dan even sportief. Die weg, weg. Zo. En dan doen we zo'n leuke trui erboven. Hebben we een trui in een kleur? Ja, dit zijn allemaal weer zachte kleuren. En dit zijn weer echt van die hele bams, felle kleuren. Dus dat is wel een beetje jammer dat dat... Oh, er zit wel wit bij. Of zullen we gewoon voor zwart gaan? Dit matcht mooi, hè? Nou, weet je, we doen wel een keertje wit, want we hebben ook wit schoenen. Zo, ik draag niet zoveel wit. TB'tje krijgt het pakket morgen. Jiska vindt een ruitjesbroek ook heel erg leuk. Slaapkleding denk ik niet echt. Feestkleding. Ja, gaan we echt een feestje vieren? Geen idee. Maar ik heb geen idee wat de temperatuur eigenlijk is in mijn spel op dit moment. Of welk seizoen. Dus laten we wel even warm weer en koud weer doen. Dus even een nieuwe look hiervoor. Weg. Deze. Aan de ene kant heeft hij wel lange mouwen. En hij zit dus niet bij warm weer standaard. Deze kan ik ook wel doen. Die heb ik volgens mij nog helemaal niet gebruikt. Hoe krijg je early access? Daar moet je een creator voor zijn. En ik heb dus natuurlijk een YouTube kanaal. Ik stream op Twitch. Ik ben teamlid bij Town of Plumbobs. En toen heb ik me aangemeld. En toen er een aanmeldingsperiode was. En toen ben ik geaccepteerd als EA Game Changer. Maar ze hebben eigenlijk al een paar jaar nu geen nieuwe aanmeldingsgronden gedaan. Omdat er best wel veel Game Changers zijn. Kijken. Beetje paarsblauwig voor de verandering. Altijd als ik ergens paars erin kan verwerken, hoppatee paars. Kijk, hebben we zo'n broekje. Ja, dat rokje heb ik natuurlijk al ergens gebruikt. We hebben ook nog deze. We kunnen deze wel doen. En die schoenen laten we zo, want die hakken, daar ga ik echt niet op lopen. ja, we gaan niet meer sneeuwpret doen, dus deze kunnen we wel bewerken. We hebben deze jas nog, we hebben die jas nog, dus we kunnen wel voor een binnenoutfit gaan. Een binnenkoud weer outfit. Weg, weg. Dus dan, oh, een jasje. Ja, die heb ik nog helemaal niet gebruikt. Die vind ik ook leuk om te gebruiken. Kijk. Je hebt dus jasjes met een gewoon simpel, neutrale, hoe noem je dat? Egaal. En dan een blouseje met een print. Maar je hebt dus ook andersom. Met mooie blaadjespatroon. Dus dat vind ik heel tof. En dan doen we hier de nieuwe broek wel onder. Nieuwe spijkerbroek. Gaan we voor een mooie blauwe. Of een donkerblauwe. Oeh. En dan doen we hier die laarzen wel. Niet dat je er heel veel van ziet. Maar ik vind dat denk ik leuker dan die schoenen. En die hebben we al ergens gebruikt. Dan moeten we even dat hoofddeksel natuurlijk weghalen. En dan kunnen we hier wel de oorbellen weer dragen. Waar staan ze? Waarom zouden ze niet onder koud weer vallen? Het zijn oorbellen. Even kijken. Een beetje rozig en bruinig en blauw. Dus... dit zou kunnen. Kan ook gewoon voor wit gaan. Ik weet het niet. Zou ik voor een witte gaan dan? Nou, leuk. Mooie winteroutfit voor binnen. En dan hebben we nog deze. Oeh, kak. Kan ik dat nog veranderen? Ja, oké. Deze voor buiten. En deze voor buiten. Kunnen we hier misschien... Dit is een volledige, hè? Ja, dat is een volledige outfit. Toch? Ja. Ik dacht, anders kunnen we misschien de broek veranderen. Maar dit is een complete look. Dus we hebben wat nieuwe looks erbij. Wat ik nog niet heb gedaan... Oh, dit is trouwens allemaal nog voor sneeuwpret. Ja, die kan ik nu niet bewerken. Jammer dan. Nou, uiteraard. Ik hou van paars.
Ninja! Ja. Ik hou van oranje op zijn tijd. Maar... Ja, niet bij alles. Camera? Camera wat? Brit zegt camera. Oh ja, ik zie het. Camera. Zo. Ik moet trouwens ook even mijn cam wat lichter zetten weer. Pieuw. Zo. Die blik, ja. Ik vind het heel leuk hoe ze erop reageren als je iets doet. Dus we hebben paars nou leuk en dan oranje even stom. Muziekgenre, ja, ik hou van... waar staat popmuziek? Oh, daar. Popmuziek. Ik hou niet van blues, echt. Mooi. En activiteit. Waar hou ik van? Nou ja, gamen uiteraard. Laten we ook maar even van fotografie houden. Ik vind het op zich wel leuk om foto's te doen. Maar ik ben niet iemand die met een camera helemaal de deur uit gaat voor foto's maken. Maar ja, het is een onderdeel van die carrière. Dus altijd handig om erbij te hebben. Wat vinden we stom? Pijporgel. Wat is? Ze gaan niet bij een vampierenvisite hopelijk. Inrichting? Ja, ik weet het niet zo goed. Omdat ik weet wat modern is. Nou ja, modern vind ik dan leuk. Ik weet inmiddels dat modern stadse vooral stedelijk leven is. Basis zal wel heel veel dingen uit basisspel zijn. Boho zal wel filmavond accessoires zijn. Cosmolux, geen idee. Eilandleven zal wel... eilandinrichting zal eilandleven zijn. Frans platteland, heel erg boerderijachtig. Beetje vintage, chic boerderij. Dit zal wel vampieren zijn. Ik weet ook niet wat ik moet voorstellen bij hippe inrichting. Dan hebben we ook nog de Koningin Anne inrichting. De middeneeuwse inrichting. Weet ik ook niet wat dat is. Maar tafeltje ziet er leuk uit met een plantje. Laten we die ook aanklikken. Ja, oh ja. Fabucolora. De missie inrichting. Aan een naam denk ik dingen uit... hoe heet dat? Star Wars. Dat Batuu pakket. Dan hebben we nog Patio. Zal een perfecte Patio zijn. Prentenboek. Geen idee. Wat is een prentenboek inrichting? Is het allemaal leuke posters aan de muur of zo? En dan tuin inrichting. Strangerville. Zou wel kunnen. Want ik weet wel dat toen ze Strangerville gingen aankondigen. Dat er ook een stripverhaal video was. Dus dat zou op zich wel kunnen met Strangerville. Maar ik laat het wel even zo. Nou, wat ik stom zou vinden. Heel chic. Dat zou ik stom vinden. Nee. Oké. Okay. Nou, dan hebben we ons simmetje bewerkt. Zo. Komen we in een vies huis terecht. Om die ziet een vogel. Nou, dit is nog het huis van... alles aan kant, Kit. Ik zat pas te dast. Wat was de Nederlandse naam ook alweer? We gaan dat even uitzetten, want ik heb geen zin om daarmee bezig te zijn nu. Dus gameplay... Nee, niet gameplay. Overig. Nee, ook niet overig. Oh, hier. Pack en pakketinstellingen. We willen geen stof. Ging dat maar zo makkelijk in het echte leven, hè? Oh, Ellen denkt dat het prentenboek Ecolifestyle is. Kijk, poef weg. Schoon huis. Wel trouwens allemaal afvalzakjes. Heeft dit huis ook een prullenbak? Prullenbak. Heeft dit huis geen prullenbak? Oh, buiten. Oké, wacht. Waar was het? Hier. Oh, mag ik niet weggooien? Waarom niet? Nou, laat het maar daar liggen. Zoek het later wel uit. ik wou net ook vragen, weet je ook waar ik hier dat knopje kan vinden? Welk knopje? Oké, deze outfit gaan we even aanpassen. Laten we de tuinbroek nemen. Leuk. Yuna.
Oh, wacht, het is warm. We gaan niet de tuinbroek nemen, anders dan wordt het een hele korte stream. Dan legt mijn sim straks het loodje. Warm weer, hoppatee. Nibahana Pampini. Ja, er ligt afval, ik weet het. Zo, ik hoor muziek. Uit. Thanks, Ellen. nou, we gaan de carrière veranderen, want ik weet niet of ze nu een carrière heeft. Paranormaal onderzoeker, dus waar ook. Dat is nu klaar. Een baan vinden. En dan is het interieurontwerper. Dat valt dus onder hetzelfde kopje deze. De beroepen. Net als actrice, dokter, regisseur, wetenschapper. Omdat het dus carrières zijn waarbij je ergens naartoe moet. Bam. Als een goede interieurontwerper bent, gaat het om twee dingen. Een goed oog voor ontwerp en een goede relatie met klanten. Als je goed met andere Sims kunt omgaan en een artistieke visie hebt, kan dat tot een veelbelovende toekomst en mogelijkheden waardering leiden. Je begint misschien met eenvoudige huisrenovaties, maar uiteindelijk, als je hard genoeg werkt, kunnen grotere klanten en gebouwen jouw erkenning geven die je verdient. En dan zijn we dus in eerste instantie kleurconsulent. En het gemiddelde salaris is dus 600 simoleons, maar het kan dus hoger of lager zijn. Ja, ze neemt automatisch ontslag. De enige manier waarbij je meerdere banen kan hebben. Kan ik ook wel even laten zien. Neem vooral je tijd. Ja. Is de parttime banen. En dan gaat het om banen die dus... Kijk hier, je hebt een ochtendsessie en je hebt een avondsessie. En dan moet je dus op die icoontjes letten. Dus een baan met een ochtendicoontje zou je kunnen combineren. Die dus niet. Die ook niet. Die wel. Met een baan met een avondicoontje. Maar je moet niet twee ochtendicoontjes nemen, want dan vervangt hij hem gewoon. Maar dit is gewoon een normale fulltime baan. Ja. Wat ga je doen? Op de computer. Oh, ze is ongemakkelijk. Geen loyaliteit meer door ontslag te nemen. Oh, soms is het beter om een bepaalde carrière achter je te laten, maar voor Kim voelt het alsof dat nooit beter is. Nou zeg. En, oh, ik probeerde een vuilduiveltje te aaien blijkbaar de vorige keer. En alles is vies, maar nu niet meer. Dus ik weet niet waarom je dat nog hebt. En we zijn zielig. Of vandaar dat ze gaat chatten. Oké, maar ik wil een klus. We hebben er één, want de rest zijn we niet belangrijk genoeg voor. En dat is een ruimterenovatie. We hebben ineens de beschikking over wat simdollars en dachten, we doen eens gek, laten we de boel omgooien. Kun jij een ruimte voor ons renoveren? Gewoon even heel wat anders. Geef ons maar een geel en wij vertellen je wat we wel en niet leuk vinden. Oeh, budget van 8k. Ik had in mijn video 5k. En dan kwam ik er eigenlijk achter terwijl ik bezig was dat ik dingen ging verkopen dat mijn budget hoger werd. Dus 8k is heel fijn. We krijgen zelf 540 simoleons. En het is bij Spencer Kim Lewis. Dat is dat basisspelhuis in Willow Creek. En dan is er een geheugenkaart toegevoegd aan ons inventaris. Dat is deze. En hier kunnen we dan ons werkfoto's en zo vinden. Ja, wat gaan we nu doen, jongens? De baan is morgen. Wat ga ik doen? We gaan opruimen. Ik en opruimen. Oh. Tot zover het opruimen. Ja, ga dan ook echt opruimen. Oh, ik weet het. Ik denk, waarom ligt hier zoveel troep? Maar het is natuurlijk omdat we het huis zo vies mogelijk probeerden te krijgen. Oh. Hallo buur, hoor ik daar iets knetteren van iets dat kapot is gegaan? Oh jeetje, kun je daar wat hulp bij gebruiken? Wie ben jij? Tina Tinker. Ja hoor, kom maar binnen. Kom maar binnen. Misschien moet je even stoppen met opruimen. Dan kan je er begroeten. Hallo Tina. Is even goed voor ons sociaal. Even het sociaal boosten. Weet je, nu ik min of meer klaar ben met wat ik hier wilde doen, kunnen we misschien even chillen? Tuurlijk. Oh, ik kan alleen een respectvolle kennismaking doen. Buren die op afstand aanvoelen of er iets stuk is, handig. Ja, ik wil ook wel buren die op afstand aanvoelen dat er bij mij nog de gang behangen moet worden. Dat mijn douchecabine los aan het raken is. Kom maar, kom maar, kom maar.
Hallo, kennismaking. Kunnen we ondertussen weer zakken doorzoeken? Ook fijn. Oh, we hebben geld zat. Voor het geld hoeven we het niet te doen. Weet je, ik ben het zat om nergens op te kunnen zitten. Terwijl ze zit. Het zou geweldig zijn als jij een manier kon bedenken om een bank voor me te maken. Oké, okay, dit is eigenlijk onderdeel van ecologisch leven. Hè? Mensen, dit wordt niet bij een designer ding. Oh, ik zie trouwens ook wel zo'n waslijnstuk is. Ik heb fabricatievaardigheid geleerd. Ik heb er niks voor gedaan, maar oké. Okay. Ja, ik weet het. We waren bezig met opruimen. Oh, hier ligt ook nog. Nee, niet op de computer. Dat is wel een ding. Ik heb natuurlijk mijn sim de voorkeur gegeven dat ik van gamen hou. Dus die wil nu constant gaan komen gamen. Zie je, weer achter de computer. Wat ga je doen? Chatten. Chat is niet game, hè? Ik kan de was doen, maar ik heb geen wasmand. Heb ik wel een wasmachine? Heb ik een wasmachine? Oh, hier. Nou, laten we even een wasmand kopen. Oh, dat is niet de goede knop. Dat is die. Nope. Ho, ho, ho. Zo, wasmand. Paté. In ieder geval de was opruimen. Is het huis weer een beetje schoner? Oh, boven ligt ook nog. We hebben er echt een bende van gemaakt, hè? Ja hoor, kom ook maar langs. Lijkt wel feest. Proberen te troosten. Oh, die hebben we zeker bang gemaakt met paranormaal toen. Hallo? Zo! Zo, wat een paniek, jongens. Wat gebeurde daar? Maar er ligt niks. Er ligt geen drol. Er ligt geen slijm. Er ligt niks. Er ligt een deurmat. Ik ging bijna op mijn plaat. Ja, maar er ligt niks. Ik nou. Oké. Ja, daar gaan we niet heen. Oh, nog meer troep wat we niet hebben opgeruimd. Opruimen. En dan hebben we visite en dan zit ik weer achter de computer. Misschien kunnen we even wat koken. Ik heb geen idee hoe hoog mijn kookvaardigheid is. Blijkbaar niveau 2, 3. Oh, ja, 3, 4. Oh, kijk. Oeh, gehaktballen. Lekker. Al die festivals. Ik heb nog niet zoveel met sneeuwpret gespeeld. Dus al die deutjes ken ik nog niet zo goed. Ja, het is goed met je. Ga maar lekker alleen. Maar Sims schrikt ook elke keer van haar. Gefeliciteerd met die geweldige baan. Lijkt me fantastisch voor jou. Nou, dank je wel. Ik werd serieus toen ik nog 16 was. Zat ik toen te twijfelen tussen twee beroepen. Wat ik allebei niet ben gaan doen. Het eerste beroep was dus inderdaad binnenhuisstylist. En het tweede beroep was technische recherche. Omdat ik CSI zo leuk vond. En toen heb ik eerst dus, want op de MAVO doe je dan sectorwerkstuk en geen profielwerkstuk. Was het in onze jaar dat je het over beroepen moest gaan houden. En toen was ik dus met een meisje gekoppeld die dus ook binnenhuisstylist wilde worden. En die had er helemaal niks aan gedaan. Dat ik op een gegeven moment maar naar school ben gestapt. Zo van, yo, wat moet ik hiermee? En toen zeiden ze, nou, je mag opnieuw beginnen. En dan de helft van de vereisten. Dus de helft van de tijd en de helft van de... Kan je er niet bij? Nou, hup, weg. Ook goed. Bedankt voor de hoogste tijd. Of het is de hoogste tijd. Bedankt voor je gezelschap. Oké, okay, doei. Waar is hier de wc? Zeker alleen boven. Oh, die kunnen we nog wel nog steeds stofzuigen.
Een bedachtzame douche nemen. Misschien raken we nog geïnspireerd. Tot zo, Bianca. Oh, kijk, het is 9 uur 's avonds. Gaan we slapen. Niet dat ik normaal 9 uur 's avonds ga slapen, maar de energie is in het rood. En dan is het eerder morgen en dan kunnen we aan het werk. Dan kunnen we naar de familie Spencer Kim. Onze eerste renovatie gaan doen. En de nieuwe spulletjes en zo. Want dit huis heeft toch helemaal geen nieuwe spulletjes. Oh, wat hebben we nou? Oh, nee. Kim negeert deze traditie door netjes te zijn. Ja. Ja, joh. Ga lekker gehaktballen eten om 7 uur 's ochtends. Om even dansen. Je plezier is prut. Ja, ga dan ook hier staan. En dan hier dansen. Oh, nee, niet dansen. Zet hem er maar uit. Ga dan maar tv kijken. Er is trouwens... Dat heb ik nog... ga even zitten. Er is een nieuwe zender. Interieurdesigner tv kijken. Oh, Sepp. Oké, we hebben dus dit huis. Hij kijkt stiekem van achter een boom. En toen ging ik op de computer. Nee, ik wilde het zien. Ik wilde het zien. Kom terug. Leuk, jullie vrije wil van die Sims. Oh, oh. Dit is dus wat met die voorkeur en afkeer te maken heeft. Er is dus nu geboren om te programmeren. Kim trilt mee op het algoritme. Misschien moet ze wel toegeven dat ze van programmeren houdt. Hou ik van programmeren, jongens? Wat vinden jullie? Gaan we zeggen ja of gaan we zeggen nee? Dit kan dus als je Sim dus bepaalde acties doet. Kan je dus dit opeens krijgen, want mijn Sim in de Let's Play was nog voordat ik begon met opnemen. Zeg maar, was ik even mee aan het spelen en was ik die wc aan het fixen. En toen was dus de vraag, ja, jouw Sim heeft echt een hekel aan handigheid. Wil je dit als een afkeer doen? Volgens mij was ze toen ook echt moe of chagrijnig of zo, dat ze de wc aan het fixen was. En TB'tje zegt, ik vind het wel bij jou passen. Oké, dan stemmen we op ja. Ik krijg er helemaal een liedje bij. Programmeervaardigheid geleerd. En dat staat er nu als goed is ook bij nu. Hier. Ik heb nu ook een voorliefde voor programmeren. Ja, dit is het kookprogramma. Pff. Ik wil interieurdesigner tv kijken. Oké. Even weer het begin. Komt die vent weer aangelopen. Gaan we het huis weer zien. Die liepen gluurd van achter de bomen. Oké. Hij klopt. En tot zover het programma. Want we moeten aan het werk. Het is tijd voor Kim om naar de kavel van de klant te gaan. Op tijd daar zijn kan een goede kans zijn om de voorkeur en afkeer van je klanten te weten te komen. Ben je er klaar voor? En je kan dus je Sim alleen sturen. Dus als je bijvoorbeeld een heel gezin hebt en je hebt even geen tijd om mee te gaan. Of je hebt geen zin om mee te gaan. Kan je net als met aan het werk en bijvoorbeeld de actrice carrière, kan je ze alleen sturen. En dan verdwijnen ze een paar uur van de kavel en dan komen ze weer terug. Maar ja, wij willen meespelen natuurlijk. Wij willen het zien. En ja, deze kavel. Oh, dan hebben we wel veel kamers waar we uit kunnen kiezen. Dat is nice. Het is belangrijk om voor- en nafoto's te maken van je werk als interieurontwerper. Leer hoe je de controle neemt en die perfecte foto maakt. Oeh, ik heb geen camera gekocht dit keer. We gaan het zien of ik dan nog steeds foto's kan maken. Klop maar op de deur. Dit is niet een outfit. Ik wil die. Oh. Wat is hier gebeurd? Oh, je mag niet altijd een kamer kiezen.
Liggen twee urnen bij de voordeur. Dit is ook een manier om binnen te komen. Dit is trouwens het huis die we hadden met de Early Access livestream van Paranormaal. Toen zijn we hier geweest ook. In dit huis. Kijk, hier. Mijn cirkel ligt er nog. Lekker luguber, ja. Maar je mag niet altijd een kamer kiezen. Nu wel, want nu is de opdracht ruimterenovatie. Maar als het een specifieke kamer is, dan staat het erbij. Maar nu mag ik dus zelf een kamer kiezen. Ja. En Iris, welkom terug. Ja, het gaat prima. Hoe is het met jou? Heerlijk, die urns. Oké, we hebben een hoop kamers. Laten we eerst maar even een klant zoeken. Er liep net iemand naar boven. Verder naar boven. Hier hebben we iemand. Hallo. Ze zijn nog steeds bang. We zijn alweer twee pakketten verder. Ze zijn nog steeds bang. Ja, kom maar binnen. Ontrierontwerper. Ja, ik wil eerst even de dingen... Wat stond er nou nog meer? Oh, we kunnen nog steeds een seancecirkel maken. Ook al ben ik geen paranormaal onderzoeker meer. We hebben echt niemand op deze verdieping. Leuk, joh. Ja, ik weet niet of... We kunnen denk ik niet aan het kind vragen, hè? Geen idee. Laten we... Waar is die vader heen? Die was toch net nog hierboven? Wat? Net stond hij nog hier bang te zijn. Oh, daar loopt er ook weer één beneden paniekerig. Oh, nu zijn ze opeens allebei beneden. Oké. Respectvolle kennismaking. Waarom doen we dit boven? Oh, kijk, ik heb weer paniek rennen. Nee, we gaan niet helemaal doorlopen. Nu, sta stil. Ja, goed zo. Oh, hij is ontzettend beschaamd. Oh, god. That's right. Gouden meisje! Kim Pulhart. Dankjewel voor je subje. Welke kleur vlag wil jij? 8 maanden. Volgende maand Twitch, baby. Ondertussen gaan we nog steeds een kennismaking doen hier. Anders kunnen we niet aan het werk. Ja, praat met elkaar. Hij is nog steeds beschaamd. Dit is een hele gekke kennismaking. Kunnen we al meer? Ja. Vragen om het moodboard te zien. En dan moeten we even hier in de gaten houden, want we hebben hier dus 3 hokjes. En die gaan zo opgevuld worden. En Gouden Meisje zegt blauw. Vlaggetje van Gouden Meisje met een 8. Ik ga echt binnenkort even dat oase vervangen. Al die gaatjes. Komt helemaal los. Maar jouw vlaggetje zit erbij. Dankjewel voor je subje. Kijk, dan gaat zij vragen. En dan pakt hij die tablet erbij. En dan gaat hij dingen laten zien. Ik weet niet of we dit serieus moeten nemen met wat hij laat zien. Maar... Oh, we mogen geen blauw gebruiken. Hekel aan blauw. Oké. Okay. Dat pootje. Ja, dat is het pootje van Ruby. Zo zag haar pootje er echt uit aan de onderkant. Ik wil dit keer van meerdere mensen mening. Ik had in mijn let's play maar van eentje. Dus ook een respectvolle kennismaking met jou. Wil geen blauw, maar hekel aan blauw, maar de keuken is blauw. Misschien moeten we de keuken doen. Er zitten ook nieuwe spullen bij van de keuken. Dat lijkt me ook wel tof. Hoi, Sharon. Brisham Waffetub. Frita? Kitsune Jalurba. Oké, ik wil ook jouw moodboard zien. Zafis Moochie Peachy. Hoe heet jij? Benjip? Alice, mag ik jouw moodboard zien? Je kan echt zien dat dit een basisspelhuis is. Henfarby Narbal. Quimba Reginu. Ook even meekijken. We zien bloemetjes. En stoelen met kussentjes. En wat krijgen we? Moderne stadse inrichting. Stedelijk leven. Ik wil de nieuwe spullen gebruiken. En dan krijg ik stedelijk leven. Wat is dit? Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Kunnen we nu wel even testen. Oeh, we kunnen het kind ook de moodboard vragen. Het lijkt me wel heel gek om aan het kind te vragen van... Hé, wat wil jij in het huis? Maar het kan dus.
de nul. Oh, zij komt ook gewoon met de tablet. Oh, dit is niet wat ik bij een kind zou verwachten. Dit ook niet. Lekker pottenprintje. En wat krijgen we? Niks. Oh, wat ben jij aan het doen? Het was wel een keuken. Oké, we vragen het nog wel een keer aan jou. Laten we naar je favoriete ontwerper vragen. Kijk, komt ze weer. Weer die bloemen. Oh, flab. Bamwosa. Shermiabon. Oeh. Hekel aan koningin Anne inrichting. Ja, wat. De keuken lijkt me tof, maar we hebben dus 8000. Zullen we de keuken doen? Oké, wat ik dus heb begrepen, dat had ik dus nog niet door. Maar dat zag ik dus dat, bij een andere gamechanger, dat ik dus dit kan pakken. Koelkast van Peer inspecteren. En dan lopen we daarheen en dan moet ik even die sim in de gaten houden. Want dan schijnen ze erop te reageren. Dus ik ben hier de koelkast aan het inspecteren. Oké, ga jij daarop reageren of niet? Nee, geen reactie. Leuk dit. Wat ik dus heb begrepen, wat schijnbaar de bedoeling is, is dat je dus op iets kan klikken. Nou, laten we bijvoorbeeld die barkruk nemen. De hemel inspecteren. Dat is een hele bijzondere naam van barkruk. En dat die simmetjes dan of met een duimpje omhoog of met een duimpje omlaag komen. Zo van, ja, die willen we houden of nee, die mag weg. Zij denkt aan mij en die andere sims. Oeh. Barkruk vraagteken. Oh, hij denkt ook aan mij. Barkruk ook vraagteken. Oké, Barkruk zou weg mogen. We hebben hier echt niks in de kamer waarvan ik denk, nou, dat vind ik wel leuk om te bewaren. Laten we die lamp inspecteren. Ze moeten dus in de kamer zijn, anders werkt het niet. Oké, ik ben de lamp aan het inspecteren. Hij praat over stofzuigers. Oh, allemaal vraagteken. Ik denk dat we, gaan de keuken doen. En dan zorgen we wel dat we wat spullen van Stedelijk Leven erin stoppen. Maar ik wil echt even die nieuwe spullen van het nieuwe pakket gebruiken. Maar ja, hekel aan koningin Anne inrichting. En ze zijn dus dol op de moderne stadse inrichting. En geen blauw. De keuken is blauw, dus laten we ze helpen. We gaan wegsturen. Doei. Ja, weg. Ik moet plassen. Ga maar plassen. En dan mag je even hierheen gaan. Zo. Want we moeten een foto maken. Interieurontwerper, de voorfoto. Zo. Dan mag je daar gaan staan. En dan op jou klikken. Interieurontwerper, nog een voorfoto. Nee, niet van de tuin, dat boeit niet. Zo. En laten we voor de zekerheid ook even van die andere hoek een foto. Ja, maak je die stoel. De hemel. Zo. Waar zijn we daar? Oké. Dat is nu gedaan. Dan gaan we aan de slag. Dus jij mag hier zitten. Het leven van een sim is zo makkelijk, hè. Zij mag gaan zitten. En ik moet het werk doen. Dus. Dit gaat er allemaal aan. Oh, kak. Je moet die stoelen eerst apart wegdoen en dan pas. Anders gaat het in je inventaris. Weg. Dag keuken. Hoppatee, lekkere lege ruimte. Je kan zien dat dit een base game huis is, ja. Ik heb dus geen K
camera automatisch mee. Wat ik met mijn spel, met mijn Let's Play heb gedaan, die dus op mijn YouTube-kanaal staat, heb ik dus gewoon een camera gekocht in de koopmodus en in de inventaris van mijn sim geplaatst. Je kan ook op je camera klikken, maar ik denk, aangezien ik net bij mijn telefoon ook de optie zag staan, je kan ook op je telefoon camera foto's maken. Dus ik denk dat mijn simmetje dat gewoon nu net met de telefoon heeft gedaan. Laat even alles weergeven. En even dat nieuwe pack. Ik heb nog niet alles bekeken. We hebben twee soorten aanrechten. We hebben deze met de lades. En we hebben deze moderne. Ja. Op zich, het past ook wel bij elkaar. Maar ik heb die al gebruikt recentelijk. Ik zie wel heel veel leuke dingen. Heb je weer een vereiste... Oh, mijn hoofd. Oh, pardon. Kijk, jullie zijn scherp. Geen nieuwe vloertegels toegestaan. Dus de tegels, die grijze tegels, moeten we houden. Mm. En mijn budget was 8k, hè? Ik heb de keuken verkocht. Nu heb ik 40k. We kunnen los, jongens. Ja. Ik ga eerst even bij apparaten. Even kijken, want we hebben wel kookplaten. Dus ik wil wel een kookplaat gebruiken. Maar we hebben geen nieuwe koelkast in het pakket. En aangezien ze van Stedelijk Leven dingetjes houden, laten we dan de koelkast van Stedelijk Leven pakken. En die heeft geen koelkast. Oké. Okay. Nou ja, zeg, wat flauw. Oh, die heeft wel een koelkast. Maar dat is dit gammele vieze ding. Nou, dat gaat mijn plan. Dat wordt hem dus niet. Ik ben nou even trouwens benieuwd, hè. Ik zet het even op alles weergeven. Stijlen. Ze houden dus niet van koningin Anne. Oké, okay, dus dan zie ik vampieren. Ik zie wordt beroemd. Klein beetje studentenleven. Echt van dat chique. Oké. Okay. Magisch rijk. En ze hielden wel van stadsmodern. Ook studentenleven zien we erin. Jaargetijden. Maar geen koelkast. Oh, wel de pitplaat. Maar hebben we ook de... Die andere? Nee, tuurlijk niet. Nou, we gaan ze koken op vuur. We hebben in ieder geval één ding waar ze tevreden mee gaan zijn. Oké, dus koelkast moeten we gewoon van iets anders pakken. Maar ik wil die, denk ik. Want die heb ik laatst al gebruikt. Geen blauw. Geen blauw. Groen. Kijk hoor. Ja, hier is een beetje bruinig met groene lampen. Dus dan is een groene keuken ook wel tof, omdat je hier ook een bruine muur hebt. Hoeveel van die dingen gaan we neerzetten? Zo. Ja, dat grijsgroen is wel tof. Sanitair. Er zitten wel nieuwe wasbakken bij in de pack. Oh, wacht. Even kijken hoor. Binnenstadsmodern. Oh, we hebben een wasbak. Nou, top. Misschien zwart. Komt deze dan ook in zwart? Kijk, dan matcht het een beetje. Alsof het zo moest zijn. Geld zat. Nou, inderdaad. Misschien kunnen we dan wel dure spullen erin gooien. Weet je wel, vaatwasser en al dat soort dingen. De duurste koelkast. We hebben geen buitenstadsmoderne koelkast. Is dit de duurste? 14.000? Nou, we gaan gewoon voor de duurste. Komt natuurlijk weer niet met de juiste groen. Dan doen we wel zwart. Zo. Hoppatee. Ik vind deze dingen trouwens echt
heel donker. Ik wil even verlichting. Even goede verlichting. Eerst even spotjes ophangen en dan zien we daarna wel wat we aan het einde... Kijk, dan kan ik tenminste zien wat ik doe. Ga ik een middag maken? Nee, dat was al middag. Zo. kijk, we hebben gewoon een koelkast van 14k en we... Opeens is het budget een stukje lager wat we nog over hebben. Ik had het goed onthouden, hè? Moderne stadse inrichting, ja. Is dat eigenlijk? Want ik heb nu binnenstads... Buitenstadsmodern. We hebben ook een binnenstadsmodern. We hebben ook nog gewoon modern. Ik weet niet of ze dat zouden accepteren. Dan gaan we even terug naar oppervlakte. Want... Nee, bovenkastjes. De nieuwe... Dat is niet die. Die andere. Die. We komen ook met bovenkastjes. En hebben we ook weer allerlei verschillende van. We hebben een hoek. Waarom is dit weer een andere groen? Of lijkt dat maar zo? We kunnen hem ook wit maken. Of zwart maken. En waar zat ik? Daar zat ik. Zo, en dan een buitenhoekje. Ik snap dat niet, hè? Die buitenhoeken hierboven zijn altijd groter dan die buitenhoeken beneden. Sorry, Bianca. Zo beter. Maar dan steekt dit zo uit. Dit vind ik dan stom. Dan steekt dat uit. Kunnen we die... Oh, wacht. Die kunnen we ook op de grond. Zo, doen we die daar. En dan doen we nog een... Zo. Ja, oké. Okay. Er kan wel een afzuigkap dan mooi onder. Apparaten. Wacht. Voordat ik er eentje uitkies. Nou, ik had het goed. Ik had het serieus goed. Nou. Alsof het zo moest zijn. Komt hij niet in een... Oh, die komt niet in een andere kleur. Oké. Okay. Dat is trouwens... Die moet hier. Heeft niemand gezien. Dit heeft niemand gezien. Wat erg dit. Oh mijn god. Noob hier. Oké, ik vind het wel leuk om dan toch die andere kastjes toch ook nog wat te gebruiken. En ik weet dat deze ook met een zwarte variant komen. Doen we die gewoon hier. Kijk, dit is leuk, want hier zit nu opeens boekjes in en kommetjes en zo. En ze hadden een keukeneiland, hè? Even kijken. Dit. Waar is hij? Hier is hij. Dit is het aanrecht. Dit is het eiland. Ja. Even kijken hoor. We hebben hier een raam, hè? Het had zo'n gekke vorm. Maar ik weet niet of ik die vorm wil nadoen. Jij bent hier de expert met die nieuwe carrière. Nee, dit was gewoon een noobactie. Oeh, kijk. We hebben hier een rond dingetje. Oh. Ik wil het ronde dingetje in het groen. Maar misschien kunnen die dan aan...
Oeh, ik heb een idee. Aangezien hier de muur schuin loopt, wil ik daar een hoekje. Zo, dan gaan we gewoon een beetje puzzelen. Binnenhoek, buitenhoek. Zo, heeft hij ook een beetje gekke vorm. Niet helemaal hetzelfde als net, maar een andere soort gekke vorm. Brits, ik was even weg, maar het ziet er leuk uit. Dankjewel. Ik twijfel alleen of het misschien... Nee, want dan hebben we die afzuigkap niet meer. Ik zeg, misschien kunnen we het pitje op de eiland doen, maar nee. Oké, ik wil een barkruk. En we gaan even... Heeft het nieuwe pakket? Een bark... Ja. Oh, die vind ik wel leuk. Oeh, dat mooie groen. Kijk, ze hebben nog meer zitplaatsen. Oh, hier zit wel voor een kastje. Dat is een beetje gek. Nou, 6 zitplaatsen. Helemaal top. Oké. Dan gaan we even terug naar het nieuwe pakket. Want we willen natuurlijk wel wat spulletjes van het nieuwe pakket erin hebben zitten. Dus interieur accessoires. En nou hebben ze wat dingetjes voor de keuken erbij gedaan. Nou, ten eerste hebben we hier een oven. Dat is ook wel handig om te hebben. Zo. Zullen we een dubbele oven doen? We hebben toch nog geld. Gewoon hoppatee. Dubbele oven. Ja, die barkrukken zijn echt heel gaaf. En wat ik dus ook leuk vind, je hebt dus dan een oven. Maar je hebt dus nu ook een soort van kleine elektrische oven die je dus op je aanrecht kan zetten. En aangezien ze toch zat geld hebben, laten we ze er ook zo eentje geven. Dat fornuis moet boven de oven, anders word ik gek. Ja, maar dat gaat dus niet. Dat accepteert hij niet. Waarschijnlijk wel met de Move Objects code, maar... Zonder dus niet. En Miss Divi zegt, kunnen ze meteen 3 taarten bakken? Ja, want je kan hier een taart erin en hier een taart erin. En daar waarschijnlijk dan ook. Ik vind het wel een toffe keuken worden. We hebben nog steeds 16.000 simoleons over. We moeten even de boel verzieren. Ik wil dat nieuwe kunstwerk. Oeh, die vind ik ook heel tof. Maar ik zag eigenlijk deze. Dat vind ik echt iets voor hier. Geel dan. Laten we even die urnen ook meteen even verplaatsen. Daar. En daar. Daar. Zo. Niet meer zo op de grond als je binnenkomt. Joehoe! Dan hebben we hier nog een hoekje. We kunnen daar wel een kast neerzetten. We hebben een leuke nieuwe kast die... Oh, die is kleiner dan ik had verwacht. En deze? Die is ook klein. Ik vind deze... Ja, het kan op zich wel. Komt die ook met dat groene? Ja! Nou. En dan heb je die vorm een beetje weer terug in die kast. Helemaal top. En inderdaad, wat Bianca net al zei. Je hebt nu dus losse schoenen. Dus je hebt sexy schoenen. En klassieke pumps. En vergeet de sneakers niet. En casual kicks. Oh. Goedenavond, lieve iedereen. Wat maak je weer iets moois van? Ik schrok me rot. Dankjewel, S van Sas. Welkom. Zo. Hoi, Myrthe. Ja, die nieuwe lampen wil ik ook gaan gebruiken. Maar ik wil dat even op het laatste doen. We hebben hier nog pro bakken. Kijk. Er kan van alles in zitten. Hoe gaan we nog meer geld opmaken? Kijk, we hebben die gordijnen. Kunnen deze... Oh, die zijn wel heel lang. Die. Die. Die kan zeker niet vanwege de deur. Dat vind ik zo irritant altijd. Het wordt al een leuk sfeertje.
En misschien kunnen we ook even andere muur doen trouwens. We hebben een nieuwe. Vinden we dit iets? Ik twijfel. Ho, verkeerde knop. We kunnen hem zelfs helemaal zo laten gaan. Oh, nee. Wacht. Oh, hij ging wel goed. Oké. Okay. Ik weet niet. Het is net een ander soort groen, hè? Misschien dit? Maar daar zit blauw in. Ik weet niet of ze dat leuk vinden. Blondie zegt niet alles, maar wel één wandje. Ik zat te denken om of dit zo met het hout te houden of iets van tegels te doen. We hebben ook zwart. Bam. Of geel. Oeh, zo. Verkleedpartij is er altijd uit bij Early Access. Verkleedpartij doe ik niet met de Early Access streams. Oh, hier zit blauw in. Hup, groen. Groen. ja, ik twijfel of dit te druk is. Wat kan er misschien een moderator een poll doen? Gaan we voor de gele muur? Gaan we voor de zwarte muur? Of gaan we zoals het nu is, beide? Dan ga ik ondertussen even verder, want hierboven moeten we ook iets hebben. En daar heb ik ook wel een ideetje voor, want ze hebben dus iets leuks. We hebben nu dit soort kastjes. Nu heb ik denk ik twee vierkanten naast elkaar. Ik kan niet een ander voorwerp doorkruisen. Wat hangt er in de weg dan? Die lamp. Oh, serieus. Oh, dan doen de lamp erboven ook goed. Zo, en dan maken we die zwart. En wat je dus nu hebt, en het is misschien een beetje gek om in de keuken te doen, maar aan de andere kant, je kan hier naar buiten. Dus we hebben hier chique kleding, professionele kleding, casual kleding en kids. En die kan je dus nu aan de kast hangen. Oh, er is al een poll gemaakt. Welke muur? Geel of zwart. De derde optie doet niet mee. Nou, jongens, geel of zwart. Oh, heb ik schoenen blauw gemaakt? Oh, oeps. Geen blauw. Laten we paars en groen. Nee, doe maar gewoon geel. Ja, de derde optie was beide, dus zoals het nu is. Dat was de derde optie. Kijk. En kids, want er woont een meisje hier. Alleen wat gek is, je wilt hem hier hangen, maar je moet dus op de kast klikken. Ja, ik vind dit ook weer een beetje gek, want er zit hier geen jas bij. Nee, we doen wel nog een keer die. Het lijkt me logischer namelijk, nee, we wilden wel anders omhangen dan. Zo, nee. Zo. Weet je, een petje of even een shirtje of ja, dit lijkt me logischer om hier te hebben hangen. Nou, zwart heeft nu gewonnen. Maar ja, doe maar even opnieuw inderdaad. Want misschien vinden mensen het mooi zoals het nu is met het licht en het donker. Dus er komt een nieuwe poll aan, jongens. Oké. We gaan nog een keer naar interieurdesigner. Wat hebben we nog meer? We hebben... barkrukken, stoelen. Een haltafel. Die kan mooi hier. Zo. Wel van een andere kleur, want dit is natuurlijk geen pan. Zwart. Wat hebben we nog meer? Ik vind dit een hele toffe plant. Het enige wat ik een beetje gek vind aan deze plant. Waar kan ik hem kwijt? Hier bij het raam is ook wel tof. Dit bovenste
Dit moet natuurlijk een beetje van die veertjes of zo voorstellen. Maar ik ben gewend dat alles van de Sims zo strak en grafisch scherp is. En dat is dit niet. Dus het voelt soms een beetje aan als custom content of zo. Bianca wil alles zien. Ik zal rustig bouwen. Ga maar naar het toilet. Kijk, opnieuw staat zwart voor. Dus waarschijnlijk wint zwart hem straks gewoon. Noem hier wel een lichte vaas. Lamaatje erbij. Hoppatee, gele lama. En dit is wel een leuk mandje voor hierboven. En dan hebben we nog een... Oeh, zo'n doosje. Voor daarboven. Kunnen we dan ook nog een rechter ernaast? Ja! Kijk, met groen. Oh, jongens! De poll! 4 stemmen op geel, 4 stemmen op zwart en 4 stemmen op zwart en geel. Nou, eigenlijk wint dan zwart en geel. Want als je kijkt naar alle antwoorden, heeft zwart en geel 4 stemmen gehad. En geel 4 stemmen los, zwart 4 stemmen los. Nou, dan laten we het zoals het is. Thanks, jongens. Oh, prachtig. Dit is echt geweldig. Wat is dit? Een verboden cornflakes kom? Dit vind ik wel mooier voor sleutels. Hoppatee. Wat is dit? De moedige inspiratie. Dat is niet echt voor in de keuken. We hebben nog een vloerkleed. Oeh. Dit voorwerp is vergrendeld. Die wordt ontgrendeld bij niveau 5 van de interieurcarrière. Oké. Nou, dan pakken we deze wel. Dit is een beetje grauwgroen, hè? Nee, we halen wel die geel. Oké. Oh, oh, oh. Die nog weg. Even tegels. Dit is natuurlijk gewoon hout. Het is een beetje gek om in de keuken te hebben. Helemaal als je hier met vettig eten bezig bent. Maar we hebben iets wat erop lijkt. En dat komt natuurlijk uit de Wellnessdag. Alleen niet groen. We kunnen dezelfde kleur houden. En ook hier opeens voor zwart gaan. Maar dan vallen die bovenkastjes weg. Dus dat vind ik niet mooi. Of voor wit. Of een donkerdere bruin. Nee, nee, nee. We doen wel. Of grijs. Ik weet het niet. Ja, het raampjes zijn hier nog blauw. Dat kan niet, hè? Zo. En die deur is blauw. Oh, die deur kunnen we vervangen, trouwens. Er zitten nieuwe deuren in. Als ik hem kan vinden. Zo, 1, 2, 3. Nee, tuurlijk niet. Interieur designer, hier. Weg jij. We willen een nieuwe. Kijk, je hebt dus met streepjes ook. Je hebt dus een aantal met... je ziet die streepjes nog steeds, maar het is dezelfde kleur. Maar je hebt dus ook met streepjes in een andere kleur. Nou, laten we maar gewoon wit doen. Zo. Waar houdt de klant nog meer niet van naast de kleur blauw? Nou, ja, dit is de Koningin Anne inrichtingsstijl. Dus het moet niet te netjes zijn, Rowenia. En welke ik dus ook heel tof vind, is dus we hebben dus een nieuwe schuifdeur erbij. En dus ook een schuifdeur met een soort van ding erop. Wat ik dan wel jammer vind, is... Wacht, kan ik hem even ergens plaatsen? Dat je hem kan zien. Ik wil hem even laten zien. Nee. Nee, nergens, nergens. Oh, hier. Kijk. Dit vind ik dus heel tof gedaan. Maar er zitten dus geen nieuwe ramen in. En denk ik, waarom had je dan niet ook zo'n raam met zo'n patroontje gedaan? Dat vind ik dan zonde. Swansas heeft de Sims hier met honden en katten gekocht. Kijk, hebben ze een sale bij PlayStation? Ik heb zelf geen PlayStation, dus daar ben ik nooit echt zo van op de hoogte.
er is altijd wat gemiste kansen bij die pakketten. Ja, dan denk ik, waarom doen ze niet... Kijk, ik snap dat er heel veel gamechangers zijn. Want van de Sims zijn er echt zo'n 400 of 500 gamechangers voor echt alleen al de Sims 4. Maar doe dan een groepje. Weet je wel, net als bijvoorbeeld Jessie. Die heeft natuurlijk wel eens een keer gehad early access. Dus dat ze bijvoorbeeld het pakket kon beta testen. En foutjes konden doorgeven en feedback konden geven. Doe dat dan ook. En dan kan je dan op het laatste moment nog dingetjes toevoegen. Wat gamechangers dan kunnen aangeven. Gewoon met een klein clubje. En dat je bij elk pakket het een beetje rouleert. Wat hebben we nog meer? Wat echt leuk is voor in de keuken. In dit pakket. Ja, we hebben deze chique lamp. Vind ik ook wel leuk om ergens neer te zetten. Hier, naast de prullenbak. Beetje gekke plek. Maakt niet uit. Hoppatee. In het zwart. Zo van, waar is de prullenbak? Ja, volg het licht. Oeh, een Simac Pro laptop. Geavanceerde technologie binnen handbereik. Met voldoende verwerkingskracht om deze laptop praktisch op te laten stijgen. Laat je ideeën met het grootste gemak realiteit worden met dit krachtig stukje apparatuur. Waar je geheid nooit meer zonder wil. Maar die moet je dus, dan moet je eerst niveau 10 van de interieurontwerper carrière. Waarom heet het pakket dan interieur designer? En beroep interieurontwerper, maar oké. Okay. Want het was dan niet lastig genoeg om te onthouden. Maar die krijg je dus bij niveau 10 pas. Ja, ik denk dat als we een beetje naar dit pakket kijken, dat we alles wel al hebben gehad wat we konden gebruiken. We gaan even naar apparaten. En dan zetten we die uit. En dan moesten we hebben buitenstadsmodern. Niks? Jongen. Nou, dan kies ik zelf al wat. Ik wil een vaatwasser, ja. vallen die wel hieronder? Keukenapper. Oh, hier. Vaatwasser. Wacht, zullen we die dan aan die kant doen? En... Oeh, ik vind ook wel een huis voor... Oh, dit is heel groot. Kan ik die nergens op kwijt? Serieus? Maar het lijkt me zo tof om hier te hebben. Waarom niet? Moet op een specifiek voorwerp worden geplaatst. Ja, maar dit is een aanrecht. Wacht. Nee, oké. Okay, nou, dan niet. Dan krijgen ze iets minder fancy koffie. Deze dan. Hoppatee. Weer even wat geld opgemaakt. Dit is voor de buitenkeuken. Diverse. Wat hebben we nog bij diverse? Oeh. Fernando Mono 7. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Die mag daar. Dat was de verkeerde knop. Die moest ik hebben. Een paraplubak. Hoppatee. Het is niet de voordeur, maar dat maakt niet uit. Van als ze via de achterdeur weggaan. En dan heb ik nog 13k over. Jongens, de rookmelder. Ja, waar vind ik die? Rookmelder? Nou, ik heb geen zin om te zoeken hoor. Rookmelder. Paniek in de tent. Zullen die er gezellig bij hangen? Zo. Lekker bij elkaar. Gezellig. Oké, ideetjes. De eierkoker. dat is deze. Zo, eierkoker erbij. Je kunt nog een heel duur beeld of zo vinden om neer te zetten. Even naar beneden scrollen. Want we hebben dus nog 13k over. Hoi unicorn. Wat moet ik met 13k? Nou moet ik wel oppassen. Want dat ik niet een beeld uitkies wat onder de koningin Anne stijl valt. Wacht. Dan doen we slim. Niks! Niks!
Even kijken, borden van die sneeuwpret, ja. Valt dat onder rommel? Oh, hier. Ja, top. Ruimte, 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 ruimte. Ik heb alleen maar dichte kastjes. En daar heb ik open kastjes. Dus we kunnen daar nog wel een groene neerzetten. Zo. Hier is natuurlijk ook al borden. Het geld hoeft niet allemaal op. Maar op dit moment hebben we nog 0 euro van het budget gebruikt. Omdat het budget was 8000. En ik heb de oude keuken alles verkocht. Dus we zitten nog op het geld van de spullen die we hebben verkocht. En niet per se op het geld van wat ze hebben beschikbaar gesteld van dit mag je uitgeven. En ik weet zeker met welke knop. Dat doe je met het plusje op je numeriek toetsenbord. Dan kan je de kleurtjes wisselen. De nieuwe lampen. Even kijken. Verlichting. Plafondlampen. Gaan de spotjes eraan. Doei. Even het grid aan, zo. Ja, we hebben dus deze. De cupcake lamp. En we hebben de HDMI goedje lamp van GeoWerks. Welke zou je leuker vinden, Sabrina? Ze gaan we toch ook nog in groepjes van 3? Interieur. Kijk. Blondie zegt de tweede. Dus die. Ja, ik denk dat het ook wel leuker past. Hè? Ik vind dit niet zo strak. Geen blauw. Oeh, groen. Nou. Het moest zo zijn. Ik vind dit oprecht hele leuk, echt heel leuk concept. Het lijkt net of het vliegt. Oké. Okay. Dat hebben we gedaan. Dan hebben we nog steeds 13k. Ja, we kunnen wel even kijken voor wat dingetjes om op te vullen. Tissues. En dienblad. Zeep. Ja. In hoeverre? Met moderne planten. Oeh, ja, we kunnen ook nog even kijken voor hangplanten. Dit pakket is wel met meerdere dingen gekomen. Ja, we hebben die. We hebben die. Die kunnen we wel hierbij doen. Zo. Deze een heel gek effect hebben als je draait. Ik vind het al een leuke keuken. Maar ik ben langzamerhand een beetje mijn inspiratie aan het kwijtraken. Van wat ik nog kan doen. En Miss Divi zegt hier de ramen weghalen. Ja. We hebben weer geld. Hoppatee, lekker groot. Maar dan zou ik eerder eigenlijk dit doen dan persoonlijk. Die moet dan weer daar. Oeh, we kunnen daar nog wel. Nee. Een spiegel. Die is heel klein. Die is ook heel klein, maar deze is breder. Vind ik wat logischer. En dan kunnen we hier misschien nog wel even wat op het tafeltje doen. En ik wil eigenlijk ook nog iets van een fruitschaal of zo. Ja, op het keukeneiland. Nou weet ik dat daar meerdere van schijnen. Dus dat is een beetje lastig. Even kijken. Fruitschaal, fruitschaal, fruitschaal. Ik wil het liefst die strakkere. Ho, ho, ho. Fruit. Fruit met fruit. Nee, dat is schilderij.
Fruit. Tropisch fruit. Willen we tropisch fruit? Dat is niet degene die ik in gedachten had. Fruit. De gouden. Hebben we een gouden? Oh mijn god. Die doen we dan daar. Oh, is vergrendeld. Waar krijg je die bij? De culinaire recensenttak van de recensentcarrière uit Stedelijk Leven. Oké. Fruit. Nee. Fruit. Schaal. Die zocht ik ook niet. Er is er nog één. Waar? Nee, niet die. Er is er één die ik leuker vind van hier. Misschien hebben jullie hem al 20 keer gezien en ben ik er al 500 keer voorbij gescrolld. Dat is zo lastig, hè? Ik vind bouwen leuk, maar het vervelende wat ik aan het bouwen vind is constant dat zoeken. Hij zit niet hier. Dan moet hij toch echt hier. Deze! Ouderschap. Dat vind ik nou echt een fruitschaal voor... Hier. Of daar. Maar wat doen we dan hier? Ik scrolde er overheen. Meerte zegt, ik vind het wel heel gek dat ik dit pakket graag wil hebben. Want ik stop wel met mijn opleiding tot interieuradviseur. Een leuk dienblad met verlichting. Een dienblad met verlichting? Oh, wacht. Ik snap het. Ik snap het denk ik wel. Verlichting. Tafellampje. Van hier. Ja, ik ga nu niet heel moeilijk doen met move objects hoor. We doen die. Zo. Groen. Nou. We hebben nog steeds 13.000. Hoeveel geld kan je opmaken? Jeetje. En ik moet... Maar we hebben de andere keuken gesloopt. Het was een keuken. Dat was een keukeneiland met 4 of 6 van die hemelse krukken. Er stond hier ook zo'n ding. Ik heb het idee dat we veel meer terug in de kamer hebben gestopt dan dat we eruit hebben gehaald. Waarom heb ik meer geld over? Dat snap ik dus echt niet, hè? Iets voor het kind. Wat zou je voor een kind in de keuken stoppen? Dagboekje. Die ze heeft laten slingeren. Ja. Misschien een duurder fornuis dan er... Oh ja, dat kan ook zijn dat die plaat heel goedkoop is. Hoe duur is die? Nou, 890 valt wel mee. Een vaas met bloemen. Ja, we hebben daar ook al die. Ik zou niet zo goed meer... Ik wil ook niet dit helemaal vol gaan proppen. Ook omdat ik niet met move objects nog alles heel mooi ga zetten, zeg maar. Een klok. We kunnen hier trouwens nog wel een klok ophangen. Elektronica. Daar. Muziek kunnen we ook nog doen. Hier, laten we voor een hele fancy gaan. Muziek. Een smart speaker is goedkoper dan ik had verwacht. Ik denk, oh, een smart speaker, die zal wel duur zijn. Nee hoor, 730. Nog een koelkast. Is wel een idee. Is het dagboekje blauw? Oh, oeps. Ja, maar dat is weer een sportdingetje. Ik had een iets duurdere smart speaker verwacht, persoonlijk. Maar oké, ze hebben een smart speaker. Nog een koelkast redden we trouwens niet meer. Want dat hebben we zijn al te ver met het geld opmaken. Want ik denk niet dat dit heel veel oplevert. Nee, 280 simoleons. Diverse. Ja, klokjes hebben we.
Kassa hebben we niet echt nodig. Een fotocamera. Hoppatee. Nee, als we dan een fotocamera neerleggen, dan pakken we even zo'n dure. Dat is niet de duurste. Hier, 2000 simoleons. We leggen er nog even een tablet bij. Even geld uitgeven. Oeh, en een drone. Nee, past die niet daarop? Zijn die zo vervelend? Oké, geen drone. Misschien kon je nog... decoraties, alles. En dan gaan we naar de tip van Miss Divi. Buitenlands modern. Wat vinden we hier? Dit is alles? Nou ja, we hebben wel nog drank. Wacht. Jij gaat hierheen. En dan gaan we hier... Ik kan er geen één meer bij. Jammer. Hier de drank. Hoppatee. Ik wil hem pakken. Zo. Zo. Ik vind dit vrij weinig. Voor een binnenstadsmodern. Dit is alles. Dus eigenlijk alles wat onder al deze categorieën staat. Dus planten en schilderijen en spiegels en zo. Dit is alles. Vet weinig. Jeetje. Ik zie wel dat ik een... Dat... Ja, maar ik wil die fruitschaal. Ik ga gewoon eigenwijs zijn. We nemen die andere fruitschaal niet. En hier. Ook weer een andere klok. En verlichting. Oh, die lampen is wel goed. Die ze al hadden. Dat is top. En activiteit en vaardigheden. Niks, alleen een kachel. Sanitair. Ja, we gaan geen badkuip erin zetten. Decoratie hebben we gehad. Huisdieren. Ja, ze hebben geen huisdieren. Er valt ook niks voor. Kinderen. Boekjes. Serieus, gaat dat gewoon nergens in? Hier op de grond dan. Nee, mag dat niet? Zo. Lekker random op de grond. Ja, verlichting hadden we al gecheckt. Elektronica hebben we al gecheckt. Apparaten. Is echt alleen maar dat. Opbergruimte. Ja, we hebben al een kast neergezet. Buiten het netwerk hebben we niet echt nodig. En vervoer, ja, dat hebben we ook niet nodig. Nou, we hebben toch nog 1000 simoleons opgemaakt van het complete budget. Ik vind het wel dat het klaar is. Het heeft moderne stadse invloeden op bepaalde plekken. Er zit geen spikkeltje blauw in deze kamer. Nou ja, oké. Hier, dit is blauw in het midden. Dat kan natuurlijk niet. Wacht, jullie zien het niet. Hier, nu is het groen in het midden. Nu heeft het echt geen spikkeltje blauw. In die hele keuken niet. En als het goed is, hebben we niks van de koningin Anne inrichting. Dus ik hoop dat ze het tof vinden. We gaan terug naar gameplay. En nou wordt dit nu afgevinkt. Nou, dan moeten we de nafoto's maken. Waar stond ik ook alweer? Ik stond hier, dacht ik. Voor foto's. En dan moet ik op jou klikken. Interieur, nafoto's. En toen hadden we het volgens mij zo. Ik weet het niet meer. Wacht. Dat kunnen we checken. Oh, ik heb natuurlijk meerdere gemaakt. Zo. Ja, die mogen weg. Even kijken. We hadden inderdaad dat barretje. We hadden de keuken. En we hadden die schuine muur. Oké, ik sta goed. Dan gaan we de nafoto maken. Dus we hadden dit.
Nou, dit ziet er toch veel, veel leuker uit zo. Hoppatee. Toen gingen we hier staan. Dit is wel een ding, dan moet je dus wel gaan onthouden van waar stond ik ook alweer. Toen hadden we hem ongeveer zo. Oh, er komt iets van boven, dit was door het plafond heen. En toen gingen we hier staan. Nee, ik wil niet naar huis. Laten we niet naar huis gaan. Oké. En... nou ja, dan zo een foto. We are done! Nou, dan gaan we de klant terughalen. Dat zijn de foto's. De drie foto's voor, de drie foto's voor na. En dan kunnen we die selecteren. Dat is dan voor de onthulling. Maar daar wordt eigenlijk vervolgens niks mee gedaan. Dat vind ik dan wel een beetje jammer. Kijk, want we gaan nu naar buiten. Hier staat een random iemand. Oh, jij woont hier ook? Of niet? Wacht even. Ja, ik wil het onthullingsevenement doen, maar wacht even. Wacht even. Waarom? Waarom? Waarom denk je, hé, dit is een goed idee. We gaan in de regen, gaan we gewoon zo'n hele, hele dance move helm opdoen. Het is wel gewoon cool zijn. Het is de nieuwste mode. Oh. Ja, zo loop ik ook altijd over straat als het regent. Oké. Nou, hier zijn ze dan voor het onthullingsevenement. Dus we gaan nu hierheen lopen. Kijk, nou gaan hun hier heel spannend staan. Zo. Meisje boeit het iets minder. Maar die ouders die zijn wat gespannen. Kan ik nog op ze klikken voor de rest? Behalve dit. Nee, het is het enige wat ik kan. En als ik op mezelf klik, dan staat er dus ook klantrenovaties laten zien. Nou, dan komt er een sparkeltje. Tadaa! Dit is je voordeur, waar niks aan veranderd is. Ja, dan gaan ze naar binnen, gaan ze kijken. Pardon? No. Kim heeft de klus voltooid met de volgende resultaten. Geld verdient 0 simoleons. Professionele reputatie is enorm afgenomen. Ze hebben niet eens gekeken. In mijn let's play hebben ze tenminste nog gekeken. Ik heb zelfs beter mijn best gedaan in de let's, dan hier dan in de let's play. Wat is dit, jongens? Of de ka... we zijn nog niet eens klaar. Hier, ik kan helemaal niks meer van de werkdingen. Ja, ik kan zitten, maar ik kan het niet meer laten zien. Ze hebben dit keer niet eens gekeken. Nou, dit moet een fout zijn. Ja, ik heb van meerdere game changers gezien dat er een foutje in zit. Ik denk dat ik even mijn spel ga fixen zo. En even opnieuw opstarten. Want dit is een andere save-file waarin we zitten dan de mijn Let's Play save-file. En mijn Let's Play save was natuurlijk nieuw gemaakt. En dit was al een bestaande save-file waar we nu dit mee gaan spelen. Maar ik heb dus gezien dat meerdere game changers die fout hadden. Dat als je dus, dat ze dus 0 simoleons hadden. Maar het is zo'n mooie keuken. Nou, oké. Okay. Waar ben ik? Binnen. Ga maar naar huis. Er staat over smaak valt niet te twisten. Maar goed, misschien komt jouw smaak en die van de klant gewoon niet helemaal overeen. Maar ik mis onderdelen. Want die sims moeten dus de kamer ingaan. Dan kan je op bepaalde voorwerpen klikken om het aan ze te laten zien. En... oh, dat kan ook. Dat ze denken dat dit één hele grote kamer is. Omdat hier geen deur in zit. Dat ze denken, ja, maar je hebt niks gedaan. Ah.
ga het voor de zekerheid wel even opnieuw opstarten. We gaan nog een renovatie doen zometeen. Dit is niet oké. Dit is niet oké. Jij mag even gaan eten. Je hebt honger. Je hebt opeens weer wat anders aan. Pak maar weer je Italiaanse gehaktballen uit de koelkast. Waarom ga je naar boven? Je hebt een hele perfecte eettafel gewoon hier in je keuken. En anders heb je hier ook een stoel. En hier een eettafel. Maar nee, ga lekker naar boven. Die stoel zit lekkerder. Oh, ze is blij met haar inrichting. Blijkbaar is het modern. Mirjam zegt wel leuk, ik heb alleen nog niet zoveel gezien. Blondie zegt ik vind het wel leuk, maar snap niet wat er net fout ging. Ja, er is dus gewoon een stuk gameplay wat bij mij geskipt is. Ik mis twee elementen in de gameplay. Lianne vindt het echt een superleuk pakket. De nieuwe items zijn ook te gek van wat ze ervan gezien heeft. Lianne moet wel, vindt het wel leuk, maar moet straks nog even de video's van de kas-items bekijken. Ja, die vind je op het YouTube-kanaal van Tante Plumops. Joyce vindt het een leuk pakket. Meerte vindt het een pakket waar de interesses liggen. Ja, vanwege je opleiding, ex-opleiding. Hoe noem je dat zelf eigenlijk? Blonde zegt, ja, dat miste ik dus ook, want dat zag ik wel in je YouTube-video's. Bianca, echt een aanrader om te kijken, was heel leuk. Dank je wel, dat vind ik leuk. Jiska gaat er vandoor. Thanks dat je er was. Miepukje komt weer even gluren. Hoe langer ik erover nadenk, over pakket, hoe meer ik eigenlijk denk dat het €20 niet waard is. Ja, ik ben zelf niet een hele grote fan van de kas-items. Als je dan kijkt naar de gameplay, er zit gewoon minder gameplay in dit pakket dan in Paranormaal. En dat vind ik eigenlijk best wel slecht. Als je dan kijkt naar deze gamepack, letterlijk de enige gameplay die hierin zit, is het beroep. En dat is van tevoren praten met de klant die dan een tablet laat zien. Dan foto's maken. En dan daarna weer foto's maken. En dan weer praten met de klant. Dat is letterlijk de enige gameplay die hier tot nu toe, wat ik tot nu toe heb ontdekt, er nieuw in zit. En dan vind ik dat eigenlijk heel makkelijk voor een gamepack. Alleen het stukje voor en na het bouwen. Het bouwen is wat je zelf doet. De renovatie. Blondie zegt, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat ik een van de weinigen ben die niet helemaal yes over deze gamepack bezig is. Hij is klaar. Top, hij is klaar met voltooien. Oké, oortje weg. Gaan we de Sims opstarten. Ik krijg hem even een blauwe gloed meteen op mijn gezicht van het laadscherm. Ja, het pakket zelf, ik vind hem wel leuk, maar ik zou er denk ik niet meer dan €15 voor geven. En als ik het dan vergelijk met Paranormaal, waar meer gameplay in zat dan dit, dan denk ik eigenlijk, je betaalt nu vooral voor de spulletjes en voor die hoekbank. Mijn advies is eigenlijk, als je al twijfelt, wacht gewoon tot de sale er is. Myrthe zegt, ik wilde hem eerst op mijn verlanglijstje zetten voor mijn verjaardag in augustus, maar misschien wacht ik om die redenen wel op korting rond november. Ja, want ik denk wel dat het echt een leuk pakket is en de spulletjes zijn ook wel leuk. Maar voor €20. Er zit geen nieuw doel bij. Er zit geen nieuwe eigenschappen bij. Er zit geen nieuwe wereld bij. We zitten er weer in de save file. Dus we gaan lekker naar het spel. Waar ik mijn sim heb achtergelaten. Hij hapert een klein beetje. Maar dat komt vast alweer goed. Je sociaal is in de prut. Ga even. Je hebt met. Ja, ga Jenna maar bellen. Even kletsen. Oh, ja, voordat je gaat kletsen. Oh, er komt weer iemand langs. Wat is dit voor een... ja hoor, kom maar binnen. Kom gewoon rennen. Mensen deed het langs. Even kijken, we kunnen weer een ruimterenovatie doen bij Bida. Is dat niet die familie uit San Myshuno? Of onthoud ik het nou verkeerd? Dat is ook de enige die we kunnen doen. Oh, je kan ook een fantastische woonkamer ook bij Bida. Maar die mogen we dan weer niet. Zijn we niet hoog genoeg voor? Nou, we gaan wel bij jou doen. Want kijk, onze prestatie is helemaal bagger omlaag gegaan. Tot zover promotie maken. Dit is echt niet leuk. Maar ja, het begint morgen. Kunnen we morgen weer een ruimte renoveren? Wat is trouwens nu het budget? Weer 8000. Oké. Okay. Stop even met bellen. Er staat iemand aan de deur. Wasusa. Kom maar binnen. Een beetje. Oh, ik zit toch eerst nog kennis met je maken. Net als in het echt, de visite komt op de verkeerde momenten. Ja, dat is die familie die al een zwangere vrouw heeft. Oh, in specerijenbuurt. Ja, maar dat is niet zo'n groot appartement. Wat moet ik met 8k? En helemaal ook gek, want ze hebben dus ook een klus dat je dus de woonkamer kan doen. Stel dat ik nu de woonkamer doe en ze huren ook iemand anders in voor de woonkamer, dan gaat mijn werk naar de prut.
Soapy. The boat. Ja. Weet je, ga maar even bedorven voedsel. Heb je nog bedorven voedsel in je zak zitten? Vrede Sims. Nou ben je daar. Oh, we kunnen misschien ook wel even een wasje. Ja hoor, sloop de boel maar weer. Hier. Ja, dan moet je het ook wassen, hè? Niet meteen weglopen. Waar is dat mens? Achter de computer. Altijd achter de computer. Zingen over buurtschermutseling. Ik ben te netjes, dus ik hou niet van geweld, maar ik wil er wel over zingen. Nou, ik hoef voor de rest niks te doen, want ik negeer die traditie. Dus ik heb straks niet een verdrietige sim, omdat het doel niet gehaald is of zo. Oh, ik wil wel even opnieuw naar dat programma kijken. TV kijken. Nieuwe poging. Ga maar zitten. Weer op een andere zender, hè? Interieurdesigner TV. Kom op. Gun mij dat. Oké, krijgen we weer die fans. Misschien tussendoor even leren kennen. Dat ze niet opeens wegloopt en gaat zappen. Waar nooit. Oh, hij staat daar met zijn moodboard voor de deur. Ja, ik weet niet of er eigenlijk gameplay aan gekoppeld is. Ik weet dat we zo'n ding hebben. Woehoe! Oh, de familie wordt... Hij staat ook achter de struiken toe te kijken hoe die familie weggaat. Ja, we gaan dit huis renoveren. Oké. Dat is de slaapkamer. Nee, die slaapkamer vindt hij lelijk. De badkamer vindt hij lelijk. De keuken vindt hij een verschrikking. Nou, daar gaat hij hoor. Aan zijn tafel. Dit ziet er indrukwekkend uit. Wat is dit? Wat een vreemd huis! Een keuken. Zijn eigen foto's bij die wc's. Nee. Oh, en die arme familie. Oh, de bus rijdt ook erg weg. Wojo. Oh, kijk die moeder huilen. Oh. Ja, echt heel creepy. Zo in de bosjes naar die familie kijken. En dan ook nog zo'n ramp van een huis achterlaten. Oh, dat is een nieuwe. Nee! Leuk joh, televisie kijken. Met je Sims. Enig. Nou, jij ligt nu op bed. Even tussendoor opslaan. En dan gaan we zo over een paar uurtjes, een paar Sims uurtjes, naar de familie Bida. En het is herfst. Nou, hup. Even douchen ook. En neem dan maar weer je rare Italiaanse dingen om 7 uur 's ochtends. Weer die outfit aan, hè. Dat doen we niet aan. We doen alledaags die. Ik wil ook zo kunnen omkleden. Dat zou echt het leven zoveel makkelijker maken. Als je hem ook even opruimt. En die ook even opruimt. Oh, mijn simmetje is wel geïnspireerd. Dat is mooi. Ja, kunnen voor de rest nog iets doen. Je hebt ook geen nieuwe vaardigheid erbij of zo, bedenk ik me nu. Oh, we hadden nog was in de machine. We hebben over een uur een klus. Geen brand, alsjeblieft. We kunnen naar de was kijken. Oh. Tot zover naar de was kijken. Oh. Heerlijk die sims af en toe.
Zo. Het zielige geluidje ook als de herfst begint. Oh, ik vind het eigenlijk niet zo zielig. Ja, heerlijk toch? Gewoon één keer een rondje draaien. Hup, andere outfit aan. En Meerte zegt, het was wel leuk geweest als er een eigenschap was die je hoger moest ontwikkelen voor je baan. Ja, of een doel. Dat je een beetje een houvast hebt met hoe je door die carrière heen gaat. Want sommige carrières hebben dat wel. En laten we aan de slag gaan. Ja, het is inderdaad in San Myshuno. Met een peutertje. Ze hebben inmiddels een peutertje. Nou, op de deur kloppen. Wat moet met 8k in een klein appartement, joh? Kom maar binnen. Nou, super schattig. Respectvolle kennismaking en respectvolle kennismaking. Aan de ene kant denk ik, we kunnen de slaapkamer doen. Aan de andere kant, ja, we zitten weer met de keuken. Ligt een beetje aan wat ze willen. Want het zou ook wel tof zijn als ze even met die bank kunnen spelen, die nieuwe bankfietsje. Maar het is ook wel weer een klein appartement, dus ook weer misschien niet te ja, laten we even bedanken voor de kans. En ontwerpen bespreken. En laten we maar niet het portfolio laten zien, want dat vonden ze dus niet zo tof. Dat lijkt me niet een hele goede optie om dus nu mijn portfolio te laten zien. Ja, we moeten weer één ruimte doen. We hebben ruimte erin. Oh, houd van zingen. Oké. Pandoli Usenet. Smishi Yavana. Rekalulu Saquinario. Oh, Adisa. Inrichtingstrends bespreken. Oh, Bemoise Venee. Makosa Polymide. Oh, weer een festival. Nee, daar gaan we niet heen. Deshuni Office Bar. Oh, zie mij hier met die kleurdingetjes. Ja, de woonkamer en keuken is één ruimte nu. Dus dan moet ik ook denken dat die gang telt dan natuurlijk ook mee. Oh. Wit. Wit? Hun? Moet je kijken, dit is het meest kleurrijke appartement. En hun hebben de meest kleurrijke kleding. En ze houden van wit. Oké. Sarpava Yonis. Una Burr. Naar favoriete ontwerpen vragen. Sobiscoom. Gobi Nushpa. Dat is heel gek. Oh ja, nu gaat hij ons dingen laten zien. Laat het maar zien. Wat heb je voor ons? Nabatani. Gootsteen. Bureau. Washinoi. Washinoi. En het is een tuininrichting. Oh my god. Oké. Weet je, we sturen jullie weg. Doei. Neem die peuter mee. Voordat hij de boel sloopt. Doei. Het geldt ook voor jou. Doei. Ja, dankjewel. Ze zijn wel poef in één keer weg. Ja, jeetje. Zullen we gewoon de woonkamer doen? Met keuken? We kunnen wel de slaapkamer doen, maar ik vind denk ik de woonkamer leuker. En dan met tuininrichting kan je wat meer, ja... Je hebt niet echt een bed of zo wat daarbij past. Ja, een lounge chair, maar... We doen wel de woonkamer en de keuken. Oké. Ga maar even hier staan. En dan mag je een foto maken. Niet van het uitzicht, maar van de keuken. Zo. Zo. En hier staan. Ook leuk om te zien dat je de een alleen maar voorkeuren heeft en de ander ook nog afkeuren.
Ja, hier heb ik dus inderdaad alleen voorkeuren. Dus ik weet eigenlijk niet wat ze lelijk vinden. Misschien denk ik, oh, wit, dat is misschien leuk om met blauw te doen. Of weet ik veel, om met groen te doen. En dan haten ze bijvoorbeeld groen. Ja, ik weet dat je kan inzoomen en uitzoomen. Maar ik vind ook dat het de foto altijd... Dat had ik namelijk met mijn Let's Play gedaan. Maar dat maakt de vorm altijd zo lelijk. Kijk, zo van die hoek. En die hoek. Kijk, want als ik dit doe, zie je de vorm. De kamer vervormt een beetje lelijk. Ik ben nooit zo'n fan van dat in- en uitzoomen. Ik ga dan liever een stapje naar voren of een stapje naar achter. Maar goed, we hebben foto's van de belangrijke hoeken. Even dus door opslaan. Dan mag jij even op die stoel gaan zitten, want je moet niet in de weg zitten. Nou, dat is haar werk. Praten met de klant, foto's maken en dan moet ik het doen. Tot zover de gameplay. Oké. Ik ga nu niet alles verwijderen en het lege weer opbouwen. We gaan gewoon eerst beginnen met de keuken. We hadden dus, wat was het? Een tuininrichting. Laten we eerst even alles weer geven. En stijl. Tuin. Is dat win? Serieus? Oh, we hebben nog wel een bank. Maar dat is natuurlijk... Ik kan ook zo'n stoel pakken. En dan die andere bank van het nieuwe pakket gebruiken. Ja, ik zet die stoel daar in de hoek. Zo. En... Ja, het is niet echt wit. Heel veel plantjes kunnen we er wel in zetten. Dit tafeltje gaan we dan vervangen voor dit tafeltje. Oh, dat is wel een heel klein tafeltje. Nou, dan zetten we die hier. Want dan vind ik misschien wel een leuk idee om er een microfoon naast te zetten. Want ze houden van zingen. Wat hebben we nog meer? Die vaas, kan die erop? Nee. Hier naast de deur. Of zoiets. Geen idee. In het wit. Hoppatee. We gaan nou makkelijk doen. Ik wil nou even kijken of het gefixt is ook. Hè? Ja, en verlichting. We kunnen dus een beetje gaan kijken naar de andere lampjes. Ik zie geen plafondlampen. Wel muurlampen. Heeft dit huis ook muurlampen? Nee, staande lampen. Dit gaat een uitdaging worden. Dit is letterlijk wat ze mooi vinden qua stijl. Tuin. Wit en zingen. En daar moeten we nu een heel huis op gaan inrichten. Oké, laten we eerst even de keuken vervangen. Dat is niet hier, dat is hier. Aanrechten en dan pakken we nu wel die met die laadjes. Deze. En ik weet dat hij met een hele... Het is zo klinisch. Het is zo wit. Misschien dat ik hier en daar toch nog wel een beetje kleur erin gegooid hoor. Die doen we daarin. Die doen we weg. Hoppatee. Hoekje weg. Hoekje weg. Hoekje en... Hoekje. Nou, kijk. Keuken is al deels vervangen. Ik vind dit wel heel erg wit. Ik wil even kijken. Ze hebben ook dus wit met bruine kastjes. Of deze. Oh ja, iets zachter. Dit vind ik wel beter. Het is nog steeds heel erg wit. Maar niet alles wit. En heel erg klinisch. We halen die ook gewoon weg. Want ik wil ook gewoon het nieuwe ding hebben. Zo. En die bovenkastjes. Dat is een hoekje. Dus daar maken we een hoekje van. En dat is een linkerkant. En dat is een smal stukje. Kijk. Nou, enig toch? Wat mogen we... Ook weer geen nieuwe vloertegels. Ze zijn niet echt origineel als het gaat om beperkingen.
ik heb tot nu toe nog geen enkele ander iets gehad. Ze willen alleen maar geen nieuwe vloertegels. Zo, je wil wit. Hier heb je wit. Nou, misschien niet helemaal tot daar. Alleen die muur wit. En dan zorgen we dat we daar de kookplaat ook op doen. Apparaten. Valt het onder fornuizen? Ja, hier. De inductieplaat. Dat was het woord. Ik was hem kwijt. In het wit. En dan zetten we er gewoon een oventje bij. Geen fornuis, maar zo'n klein oventje. Vind ik ook wel leuk. En dan kunnen ze hier dingen op snijden. Klopt het dat het aanrecht en de kastjes een andere kleur zijn? Oh ja, ik heb die natuurlijk nog niet veranderd. Die. Scherp. Tanksmeerte, scherp. Oké. Okay. Nou, keuken hebben we gedaan. We hadden daar al die stoel, maar ik wil hier dus toch echt wel spelen met die nieuwe bank. Dus deze bank gaat weg. Ik haal die schilderijtjes ook weg. Daar gaan we gewoon iets nieuws van neerzetten. Maar we hebben dus zo'n hele bank gebeuren. We hebben deze, de stoer en de stijlvolle bank. En we hebben de ontwikkelingsbank. Wat zou daar het leukst bij passen? Die. Of die. Ik ga voor deze. Zo. Oh, dat kan weer niet. Oké, die weg. Ik wil gewoon zo'n stukje. Waarom kan het niet? Nou, zo dan. Ik zie hier niks wat in de weg staat. Maar dit is zo gek. Ik wil hem hier. Misschien vanwege de plant. Zo. Vraag me wel af als ik deze klus voor de familie zal doen. Of ze dan dezelfde dingen leuk zullen vinden. Nou, ik weet het dus niet. Omdat dit is natuurlijk willekeurig nu aan ze gegeven. Het zou ook niks verbazen als ik nu in een andere save-file speel. Dat ze dan opeens andere dingen leuk vinden. Omdat, net als met jaargetijden. Weet je, je hebt dan basisspel Sims. En je hebt bijvoorbeeld aan het werk Sims. En toen kwam jaargetijden met de koud weer outfit en de warm weer outfit. En dat ze opeens hele rare, lelijke dingen aan hadden. Ik denk dat dit een beetje hetzelfde is. Dat er gewoon random wat ingezet wordt. Ik vind alleen die bank hier toch een beetje gek. We gaan het even aanpassen. We gaan het lange stuk aan die kant doen. Oh, we kunnen hem ook iets verder ervan afdoen. Heb je iets meer ruimte? Dan kan hij... Nee. Zal dat daardoor komen? Dat je gewoon echt niks daar neer mag zetten? Dat zou wel een beetje flauw zijn. Dat tafeltje doen we weg. En die doen we weg. Dan gaan we naar oppervlakte. En dan wil ik toch eer even kijken voor tuin. Hebben we daar een salontafel van? Oh ja, die hele kleine. Maar dat, dat wordt hem niet. Nee. Dan kiezen we iets zelf uit. Wat past hier allemaal bij? Dit wordt echt niet mijn mooiste creatie, denk ik. Dit is gewoon een beetje random. Nou, we doen dit maar en we doen dat maar. Dit is bijvoorbeeld heel leuk. Maar dit vind ik weer heel strak. Nee, geen missietafel. Wacht. Kleur wit. Ik weet het niet. Dan vind ik deze beter passen. Want dan past die ook nog een beetje bij die stoel. Zo. Die plant mag trouwens wel. Waarom is die plant zo moeilijk? Ik wil... Ja, zet je daar maar neer. Dan wil ik namelijk niet wit. Ik wil creatief. De microfoon. Die komt trouwens in het wit. Want ze houden van zingen.
Kijk, hey. de middelste van de bank is een andere kleur. Oh, dat is gek. Nee, het is het lichtval. Maar ik wil... Oeh, wit. Wit. Zo lelijk dit. Alles wit. Hebben we een leuke muurdecoratie. Iets met wit. Wit is de magic color. Oeh. Ja, ik vind het tof. En ze hebben al wat gele elementen. We doen het gewoon. En dan gaan we in ieder geval een hoop plantjes er nu bij zetten. Wat was het stijl, hè, tuin? Tot zover een hoop. We hebben wel wat van het nieuwe pakket. Die bamboebladeren die ik nergens kwijt kan. Van die nieuwe kitpack. Ja, ik wil nu ook even niet de Move Objects code aanzetten. Ik hoop ook niet dat de boel blokkeert, zeg maar. Nou komen er hier bladeren in, hè. Lelijk. En als ik die nou hier neerzet. En die. Zoiets. Zo. Ik vind het allemaal zo saai. Ik vind het ook lastig om nu iets te bedenken waarvan ik denk, oh, dat past heel goed bij wat ze willen. Dit is toch een hele vage opdracht. Ja, ik hou van zingen, ik hou van tuin en ik hou van wit. In hun huis. Ah. En ze hebben ook geen balkon, hè? Dit huis heeft geen balkon. Nee, anders... Nee. Ja, dat valt weer onder een andere kamer. Dat mag ook niet, trouwens. En een kleedje. Nou, laten we maar niet de moederplant er neerzetten. Kleur. Wit. Hier. Oeh, ik hou wel van deze. Dit is echt een van mijn favoriete... Mag ik die groter? Nee, dat is te groot. Het Dalmatiërkleedje. Ik vind die zo leuk. Anders gooi je hier ook even dat nieuwe behang in. Want dat nieuwe behang heeft een witte swatch. Waar is die? Hier. Oké. Ik ga wel die gordijnen vervangen. Wil ik ook wel weer die nieuwe gordijnen van de pack instoppen. En dan misschien hier met groen. Anders is het zoveel wit. Die weg. Ja, dit heeft al wat. En trouwens, even kijken hoor. Want als ik het goed onthouden heb, zag ik iets... Met tuin? Nee, niks. Jammer. Ik had gehoopt op die rolgordijnen, maar op zich kunnen die nog wel doen. Je hebt van die bamboe dingetjes. Is dat deze? Nee, dat is niet die. Dat is deze. Maar dat mag niet. Oké, geen bamboe rolgordijn. ja, wat kunnen we verder nog doen? Zullen we nog gewoon even op alles weergeven zetten nog een keer? We hebben trouwens bijna niks uitgegeven. €700. Of simoleons. Zie ik nu. Tuin. Die vaas hebben we al. Ik wou zeggen, dit is misschien leuk voor het kind. Maar je kan het nergens kwijt. Er is nul ruimte hier. Oh ja, lampen. Kijk, deze zijn van het nieuwe pakket. De nieuwe kit. Hoe heet het? De oase kit. Dan noem ik die weg. En dan kunnen we daar misschien nog een plantje neerzetten.
Waarom vallen er zo weinig planten onder de categorie tuin? Dat snap ik trouwens niet. Die is zo groot. Die is meer iets voor buiten. Ja, vloer mag ik ook niet veranderen. Want het zou ook wel... Dit is zo'n warme vloer. Het contrast is inderdaad ook best wel heftig. We kunnen nog wel even dit veranderen. Oh, nee... Nee, nee. Oké, oppervlakte. Een eettafel. Er vallen geen eettafels onder een tuin. Maar we kunnen wel even kijken voor een nieuw leuk tafeltje. Niet te groot. Dit is bijvoorbeeld... Nou, dit zou misschien nog wel net passen. En dan nieuwe stoelen. Nog een beetje dure stoelen. We moeten ons geld opmaken, jongens. Zullen we hen ook een vaatwasser geven? En een nieuwe koelkast. Ja, ik vind dit heel erg tuinachtige stoelen. Maar nee, ik wil ook nog wel een beetje iets neerzetten waarvan ik kan zeggen, kijk, dit vind ik mooi. En dat heb ik nu al minder. Nee. Deze. Laten we die maar doen dan. Zo, dan kunnen ze hier nog langs lopen. Een klein plantje op tafel. Lekker random. Doen we nog even kijken hoor. In de keuken. Geven ze nog even een... die komt niet in het wit. Die komt wel in het wit. Een witte vaatwasser. Geld opmaken. Bam, bam, bam. Ja, ik had hier al andere gordijnen. We kunnen wel even kijken inderdaad voor daar. Kijk, die kunnen wel... Dit is heel erg bamboe. Komt die? Ja, het is niet echt wit, maar... Nee, dat is niet mooi. Komt deze in het wit? Ja. Rolgordijnen. Oké. Die lamp daar mag trouwens ook weg. En dan mag er zo eentje van daar. Hier. Ja. Wat moet je met zo'n opdracht? Ze komen in ieder geval nu wel direct binnen in de juiste kamer. Dat scheelt. Al was het in het vorige huis natuurlijk ook het geval. Omdat de muur van de keuken was natuurlijk... hoe heet het? Ja, die was... Het was gewoon open. Er zat geen deur in. Ik vind het een lastige opdracht. Ja, we gaan het zien of het dit keer wel goed gaat. Ik heb niks, ik kan er niet op klikken. We kunnen nog wel. Plantjes. Muurdecoratie. Vallen daar plantjes onder? Ja. Ik zie daar nog een stukje muur waar we wat mee kunnen. Oh, die is wel heel groot. Wacht, jij mag hierheen. En dan mag jij in het wit. Hier. Nou, als dit geen tuin zegt, dan weet ik het ook niet meer. En hoe duur is deze koelkast? 1400. Hebben we nog een koelkast die wat... Oeh, dit vind ik ook wel mooi. Die is niet heel veel duurder. Familiekoelkast. Ja, zullen we voor deze gaan? Zo. Wie weet werkt dit?
Nou, dan doen we wat decoraties erbij. Een beetje de boel opvullen. Witte. Ik kan hier niks opzetten, hè? Daar kan je wel nog iets inzetten. Tissues. Wit. Nee, ook niet. Maar daar kan je wel wat opzetten. Dat is wel leuk. Zullen we hier dan nog schoenen? Casual kicks. Met een witte swatch. Zo. Random daar even schoenen neerzetten. Ik zie trouwens nog plek in de gang waar we nog een leuke mooie plant kunnen neerzetten. Zullen we daar ook die nieuwe doen? Die ene. Waar staat die? Daar. Die komt ook met een witte vaas. Nee, mag dat niet? Oh, die lamp hangt in de weg. Die hebben we daar toch niet meer nodig? Oké, nu mag het wel. Ja. Ja, we hebben nog 7000 over, jongens. Kunnen er nog wat... Ze houden van zingen, als ze nou muziek er neerzetten. Dat is misschien wel slim. Kijk, een hele karaoke set was ook nog in mijn gedachten voorbij gekomen. Maar dat gaat gewoon echt hier niet passen. Maar we kunnen nog wel... Hier, kijk, zo'n schattig muziekdingetje neerzetten. Dan kunnen ze in ieder geval muziek luisteren. En dan kunnen ze hier ook zingen. Dus dan hebben we hopelijk het kopje muziek... Check! Hopelijk hebben we het kopje tuin ook check. Ook al kan je dus niet meer naar buiten kijken hier. Doei Meerte, leuk dat je er was. En hopelijk hebben we ook genoeg wit. Voor ja, dat ze er blij mee gaan zijn. Ik vind het lastig om nu nog iets te zeggen waarvan ik denk... Hé, hey, dat is leuk om erbij te zetten. Ja. Witte borden. Passen die wel hierin? Oh nee, die passen wel bovenop de elektrische ding. Ik ben een beetje inspiratieloos voor deze opdracht. Ja. Muurdecoratie. Vinden we hier nog iets? Handdoekje. Dit vind ik ook wel heel erg bij het concept tuin passen. Stoffen en blik. Gewoon geld opmaken. Ik snap dan niet waarom het budget zo hoog is voor zo'n klein appartementje. Ja, ja. Alles in het wit. Nee, die niet. Die doen we niet. Komt deze in het wit? Oh, die komen ook in het wit. Dus hout. Telt dat ook voor tuin? Nou, we hebben nog 5000 over, dus we hebben niet alles opgemaakt, maar ik vind het goed zo. Ik zou het echt niet weten wat ik anders zou moeten doen. Dus we gaan even kijken, want ik weet oprecht niet meer waar we stonden. Huidige klusfoto's beheren. We stonden daar. En we stonden daar. Oké, eerst hier. En dan mag jij een foto gaan maken, hè? Ik hoop wel echt dat het repareren gelukt is. Foto. Foto. Oké, en dan mag je hierheen gaan. Dan gaan we nog een foto maken.
meest vreemde huis ever. Dit. Maar oké. En haal de klanten nu maar terug. Wacht. Oh, je moet drie... Oh, heb ik net voor foto's gemaakt, per ongeluk. Even kijken hoor. Noob. Ja, dit is fout. Die en die moeten eruit. Terug hierheen. Ik dacht al, ik had toch foto's gemaakt? Je kan dus gewoon nog op voor foto's klikken, terwijl... We hebben al gebouwd, dus het is niet echt meer voor. Oké, hier nog een keer. Klik. En daar nog een keer. Klik. Oké. Is mijn spel nu wel tevreden? Ja, het is geselecteerd. Nou, moment van de waarheid. We gaan nu dus checken wat... Wat er gaat gebeuren. Dit zijn de voorfoto's. En dan was dit, even kijken hoor. Dit is 1. Dit is dan 2. Dan is de televisie 3. En dat is 4. Oké. Oh, ik ben zo benieuwd. Zullen ze het mooi vinden? Nou, klanten worden nu gebeld. Die, joe, jullie mogen komen. We gaan een onthullingsevenement houden. Kijken of het nu wel goed gaat. Ik hoop zo dat het goed gaat. Daar zijn ze dan. Staan ze hoor. Vol spanning. Nou, klantrenovaties laten zien. Je doet die kant, maar de deur zit hier. Kom maar naar binnen. Met die ogen dicht. Oh, kijk, 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 kijk. Kijk. Nee. Nee, hier. Het is de woonkamer. Nee. Oh. Wat? Aankomen, Lianne. Dit had ik niet eens in mijn let's play. Hey, vegan meat lasagne. Heel tof dit. Dit zag ik zo niet aankomen. Oké, kijk. Nu hebben we dus echt daadwerkelijk het onthullingsevenement. Wat we dus bij die eerste niet hadden. Dus het repareren heeft geholpen. Dat is ten eerste het fijne. Kijk, we gaan dus 3 keer met voorwerpen pronken. Ze houden van wit en ze houden van muziek. Dus ik wil in eerste instantie met de microfoon pronken. Maar dat mag niet. Nee? Wacht tot de onthulling met klant kletsen. Ik mag nog niet om een eindoordeel vragen. Gaan vragen hoe dag was. Kijk, zij gaat nu kijken. Kijk, ze kijkt nu naar de bank. Ah, ze houdt van de bank. Oké, ik wil dit laten zien. Ik hoef niet met jou te kletsen. Ik wil je het laten zien. De peuter gaat er ondertussen vandoor. Die vader, die vindt het ook mooi geweest. Kijk, ik laat nu dit specifiek zien. Dat is dus een voorwerp pronken. Nou, daar kijkt ze nu naar. Ja. Nou, ik had een iets enthousiaste reactie verwacht. Nou ja, houdt van zingen. Ik wil dit laten zien. Vooral die. Die wil ik laten zien. Wat vind je daarvan? De microfoon. Oh, hij kijkt er nu ook naar. De microfoon. Kijk, duimpje omhoog. En zij houdt van de microfoon. Yes. En wat gaan we nog meer laten zien? Dit viel onder het kopje tuin. Het is alleen niet wit. Oeh. We krijgen zelfs een knuffel van er. Ja, we hebben 3 voorwerpen gepront. We moeten nog 2 keer met de klant kletsen.
Zabula. Doe me, Kimmy. Nou, carrière vragen. Even random tussendoor. Hé, wat doe je eigenlijk voor werk? Oh, hij vindt zijn stoel niet mooi. Zij vond hem wel mooi, maar hij niet. Garda. Polino. We moeten nog één keer met de klant kletsen. Nou, laten wij jou dan bedanken voor kans. Hopen zo van nog even een beetje slijmen. Zo van, dankjewel dat ik dit mocht doen voor jullie. Oké. Okay. Ondertussen zijn hun lekker flirtig met elkaar. Oké, okay, nou, nu moeten we afwachten. Ik wil trouwens hier eens op zitten. Loungen. Ik wil even zien hoe dat eruit ziet. Ga maar lekker loungen. Dat is wel een hele kinderlijke manier om erop te klimmen, zeg. Dit is ook super professioneel, manieus. Wacht. Gewoon bij een ander thuis. YOLO. Waburani Charib. Zabris Kithara. We moeten, ze zijn aan het kletsen, maar jullie moeten even rondlopen. Even kijken wat jullie ervan vinden. Ik wil een oordeel. Ze zijn aan het flirten met elkaar. Kijk, we nemen al even een kijkje bij de klant. Dit is net als met stapelbedden, die animatie. Hadden ze er serieus niet even een nieuwe animatie voor kunnen maken? Oh, hij vindt het niet helemaal leuk. Hier mag een strik omheen. Dat is heel wat om te verwerken. Ik ben klaar om over de veranderingen te babbelen. Kijk, ze hebben nu allebei een checkding boven hun hoofd. Nou, laten we eerst met die man beginnen, want daar maak ik me een beetje zorgen over. Om het eindoordeel vragen. Nou, zij zet meteen muziek aan. Ik zet het wel even uit, want dat is copyright muziek. We krijgen een knuffel. Oh. Oké. Okay. Ik weet niet wat je in de gang nu staat te kijken, maar daar heb ik niks aan gedaan, hè? Om een eindoordeel vragen. Zo, er is er één enthousiast hero. Ja. Oh, ze is blij, kijk. Onze hand wordt geschud. Kijk eens aan! 648 simoleons hebben we verdiend. En onze reputatie, professionele reputatie, is enorm verbeterd. Het repareren heeft gewerkt, jongens. Als je dus het probleem hebt, wat ik dus had bij de eerste klus. Even spel opslaan, afsluiten, even backup maken. En dan even je spel repareren. En dan kan je zien, dan werkt het dus wel. En Blondie Sims gaat er vandoor. Thanks dat je er was. Tot een volgende keer. Ik moet even mijn cam weer een beetje lichter. Zo. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan naar huis. Bang? Wie is er bang? Oké, okay, dan hebben we hier nog. Nou, dat ging prima. De klanten leken in hun nopjes te zijn met de nieuwe indeling. Het scherpe oog voor detail heeft echt zijn vruchten afgeworpen. Zowel qua simdollars als reputatie. Oh, promotie! Oh, dat heb ik dan wel heel goed gedaan. Want bij mijn Let's Play had ik geen promotie. Voor zover ik weet. Weet ik eigenlijk niet meer. Ik ben zoveel bezig geweest met het pakket afgelopen weekend. Even kijken. Kim is gepromoveerd tot interieurvormgeving specialist. Ze heeft ook de volgende bonus ontvangen. 370 simoleons. En we hebben tijdschriften in het interieurontwerp. Ze krijgt nu mogelijk nog uitdagender inrichtingsklussen van klanten aangeboden. Ja, we krijgen geen vakantie, want het is freelance. Dus als ik niet wil werken, dan hoef ik geen klus aan te nemen. We kunnen eventjes kijken. Ja, weer een ruimterenovatie bij Vladislaus. Ja, dat is het enige. Maar wat je dus ziet is, je begint dus eigenlijk met ruimterenovaties. En dan naarmate je beter wordt, kunnen we dus in de toekomst renovaties doen. Maar dan mag je niet de ruimte kiezen. Dan word je gewoon hier, je moet de woonkamer doen. Wat ik een beetje lullig vind, want die hebben we net gedaan. Bij Bergse ook de woonkamer.
Je kan ook op een gegeven moment ruimte toevoegingen krijgen. Dus dan moet je zelf dus nog een kamer erbij bouwen aan het huis. En niet een kamer, een bestaande kamer makeover geven, maar echt iets erbij bouwen. En dan wordt het budget natuurlijk wel een uitdaging. Want de spullen die dus nu in het huis staan. Kijk, ik heb de woonkamer gedaan. Ik heb de oude bank verkocht. Dan heb je extra geld. Maar bij ruimte toevoeging heb je dat niet. Dus dan zit je echt vast natuurlijk aan dit budget. En dan heb je op een gegeven moment zelfs, als je nog beter wordt, etage renovaties. Of etage toevoegingen. Fladdiesaus. Ja, fladdersaus. Jill doet hem altijd fladdersaus. Maar even kijken hoor. Voor een specifieke kamer hebben we een hoger niveau. Maar er staat dus niet bij welk niveau. Waarschijnlijk gewoon één niveau hoger. Dit is niveau 5. Ruimte toevoegingen. Etage niveau 3. En etage toevoegingen niveau 9 zelfs. Ja, ja. En als je denkt, nou ja, ik wil gewoon alle klussen zien. Of je denkt, nee, ik wil eigenlijk alleen maar ruimtes renoveren. Of ik wil alleen maar ruimtes toevoegen. Daar kan je dus ook nog op filteren. Dus dat is een beetje hoe het in elkaar zit. Wat vinden jullie ervan? Ondertussen mag jij weer plassen. En hebben we nog... Oh. Zijn de Italiaanse dingen bedorven? Oh, het is op. Ah, vandaar. Ga dan maar even. Wat gaan we? Iets feestelijks. We hebben een succesvolle dag gehad. Iets wat leuk is. We doen pannenkoeken. Dat is in de Sims ontbijt. Maakt niet uit. We doen het hier als eten. Zo. Mm. Hallo, dit zou gefixt zijn. We hebben een patch update gehad. Dit zou gefixt zijn dat ze niet zouden stoppen met koken om iets anders te gaan doen. Ze stoppen met koken om achter de computer te gaan. Terwijl je honger zit in het geel, meid. Oeh. Ik kwam even steekvlam. Nee, uit. Uitzetten. Oh, dat was zeker metalmuziek. Nou, eet jij lekker je... Hoe heet het? Pannenkoeken. Zo. Gaan we even opslaan. Ja. Ja, dit was dus het ontdekken van de Sims 4 interieurdesigner. De nieuwste gamepack. Ik moet zeggen, nu ik deze laatste opdracht heb gehad. Ja, ik heb natuurlijk een beetje afgeraffeld. Want oh, dit is wit en dit valt onder een plant en zo. Ik zou het zelf mooier willen maken. En dan meer tijd aan willen besteden. De gamepack zelf is leuk. Er zit allemaal leuk in elkaar. Ik vind alleen de titel gamepack niet waardig. Ik vind dat er te weinig gameplay in zit voor een gamepack. Ik vind het meer een accessoirespakket XL. Dus dat is wat ik ervan vind. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben benieuwd wie dan alsnog zegt. Nee, ik ga hem morgen echt kopen. Want ik wil hier heel graag mee spelen. Maar ja, morgen komt hij uit. De gamepack. Om 7 uur 's avonds, rond 7 uur 's avonds, komt hij dus uit voor €20. En dan kan je dus ermee gaan spelen. Sharon zegt, ik wacht nog even tot hij in de sale is. Ja, ik zou dat persoonlijk dus zelf ook hebben gedaan. Als ik hem nu niet van EA had, dankjewel EA. Maar als ik hem dus niet van EA had, zou ik zelf gewoon in de sale halen. Terwijl normaal gesproken deed ik dat eigenlijk alleen met accessoirespakketten. Ik deed eigenlijk altijd gamepacks en uitbreidingspakketten eigenlijk wel direct kopen. Maar dit is een van de weinige keren dat ik met deze gamepack iets heb van... valt eigenlijk wel tegen. Qua inhoud dan. Qua wat je ervoor krijgt voor de €20. Wat erin zit, ja, kleding misschien wat minder. Maar de spulletjes vind ik leuk. De gameplay vind ik leuk. Maar gewoon kader. Dat is het. Epica zegt, ik vind het een bouwpack. Ja, dat is het ook wel. Het is wel, ik denk wel dat dit echt een gamepack is die leuk is voor simmers die normaal gesproken echt alleen van bouwen houden. Maar misschien toch wat meer met gameplay willen gaan doen. Dan is dit een tof pakket. Ja, ik vind bouwen ook wel leuk, maar wel op z'n tijd. Weet je, als ik echt een bouwstream doe, dan ga je echt helemaal zitten voor een bouwstream. En ik zou deze carrière zelf, ik denk dat het merendeel ik mijn sim alleen uit werk zou sturen of gewoon minder vaak een klus zou aannemen. Als ik gameplay doe, wil ik wel echt meer met gameplay gaan doen. En minder met bouwen. Dat had ik met de Sims 3 ook. Want in de Sims 3 ambities had je deze carrière ook. Op een gegeven moment werd ik dat ook een beetje zat. Sharon zegt, ik vind het wel een leuke toevoeging dat je het kan combineren. Ja, dus voor ons. Wat voor jullie, Epica? Volg mij op Discord. Dan weet je weer wanneer ik live ga. Dat wordt ergens rond het weekend. Verder zeker even mijn YouTube kanaal checken. Want daar is dus ook een gameplay video van dit nieuwe pakket. En dan speel ik met Kenzie. En Kenzie heeft haar eerste klus dus gehad bij de familie Pancakes. Daar hebben we dus de
woonkamer makeover gegeven. En dat vond ik ook een hele toffe kamer geworden uiteindelijk. En als je dus benieuwd bent naar overzichtsvideo's, op dit moment vind je op de Town of Plymouth YouTube kanaal vind je de overzichtsvideo's van Creëren Sim. Dus voor zowel mannen als voor vrouwen is er een aparte video. En dan komen uiteraard dus ook nog de bouw- en koopmodus spulletjes bij. Dat zijn alle linkjes. Alle belangrijke linkjes. Ah, kijk, Epica zegt de spulletjes zijn super om mee te bouwen en wij bouwen veel. Ja, voor een bouwer is het een toppakket. Nou, iedereen die morgen in ieder geval gaat kopen en er echt naar uitkijkt, heel veel plezier ermee. Doeg!